Welkom bij deze studie over worship muziek, moderne aanbiddingsmuziek, contemporary Christian music, de CCM-industrie. U zult in deze studie heftige beelden zien, oorverdovende geluiden horen en felle lichten. Is dit alles tot eer van God? Is het iets waar u aan moet wennen? Zult u kunnen genieten van worship muziek? En draait het om gevoel? Wat doet het met uw gevoel? Of is worship ontstaan met een hele andere bedoeling? En is deze muziek beïnvloed door duistere geesten? Dit zijn belangrijke vragen. Want stel je voor dat de bron giftig is. Hoeveel gif wil je dan binnenkrijgen? Als ik u een beker water aanbied met 1 druppel arsenicum, zou u de beker dan nemen? 1 druppeltje maar. En als ik er 3 druppels in doe, wat zou u dan doen? Hoe ver rekken we de grens op? Of is er helemaal geen grens? Of is er misschien helemaal geen arsenicum? Dit zijn grote vragen. Vragen waar u ongetwijfeld een antwoord op zoekt. Nou, om daar een antwoord op te krijgen, hebben we diepgaande studie gedaan. Waarbij alle lijntjes uiteindelijk bij elkaar komen. Verschillende groepen, individuele personen, zullen aan bod komen. Denk aan Hillsong, denk aan Bethel, denk aan Opwekking, Mozaïek 0318 met Kees Kraaienoord, denk ook aan Sela, invloedrijke muziekgroep, en ook een stukje voorgeschiedenis. Mensen als Elvis Presley, The Beatles en Bono van U2, een zeer invloedrijk persoon. Ik nodig u uit om deze studie te kijken tot het einde. Ik zal u vertellen dat het uw tijd meer dan waard is. Bid om bescherming tijdens het kijken. De studie bevat heftige beelden en het is niet raadzaam deze te kijken met jonge kinderen om u heen. Veel zegen en toets alles. In de jaren 50 ontstond er onder de jonge Amerikanen een verlangen naar wat stevige dansmuziek. De onderdrukking van de ouderen waren ze zat. En dit verlangen, dat werd bevredigd door mensen als Bill Haley, Alan Freed en Elvis Presley. Zie nu de beelden van Elvis Presley. Wat hadden deze mannen gedaan? Ze hebben stevige muziek gemaakt, de zogenaamde rock and roll muziek. Muziek die het leven van alle dag bezong. Over seks en liefde, geld en macht. Met deze muziek is er ook een groot verschil ontstaan in ritme. En de zogenaamde backbeat is ingetreden. En een man als Elvis Presley die zei zelf: het is de beat die naar je toe komt. Of je het nou leuk vindt of niet. Als je het voelt, dan moet je meebewegen. Je kunt niet anders. Dat gebeurt bij mij. Ik kan er niets aan doen. En als je naar de beelden kijkt van de mensen, dan zie je ook hoe handen meebewegen, hoe lichamen meebewegen. En ja, dat is een grote verandering. Er zijn trouwens onderzoeken gedaan die aantonen dat de beat enorm veel met het lichaam ook doet. Met de psyche. Er is een onderzoeker, Dr. John Diamond, die heeft bijvoorbeeld aangetoond dat als er een zogenaamde anaptic beat is, dat is een beat die stopt. Hè, denk bijvoorbeeld aan ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Dan veroorzaakt dat stress in het hele lichaam en waardoor de spierkracht enorm afneemt. Bijzonder is op te merken dat deze rock and roll muziek haar naam te danken heeft aan
de straattaal van de, ja, van de toen de tijd jonge mensen in Amerika. Als zij het hadden over seks, dan de daad van seks, dan noemden ze dat rock and roll. Nou, deze muziek heeft ook absoluut een grote moraalverschuiving doen plaatsvinden. Mensen kwamen ja, werkelijk in extase op concerten en bij het beluisteren van de muziek. Niet langer waren de ouderen het voorbeeldfiguur voor de jongelui, maar was het een Elvis Presley. Zoals hij wandelde, zo wilden de mensen wandelen. Zoals hij zich kleedde, zo wilden de mensen zich kleden. Interessant om ja, te zien wat hij bezingt en ja, hoe zijn muziek een invloed uitoefende op de maatschappij van toen. Around with me. Als we het leven van Elvis Presley bestuderen, dan zien we twee kanten. Aan de ene kant een christelijke opvoeding, gospelsongs, en aan de andere kant een bizar leven vol drugs, seksuele immoraliteit. En ondanks deze getuigenissen van immoraliteit, verslavingen aan voedsel, drugs en medicijnen en zijn bizarre levenseinde, wordt hij tot op de dag van vandaag verafgood in de seculiere en de christelijke wereld. Van Elvis Presley maken we de overstap naar de Beatles. De Beatles is een zeer populaire, bekende rock en roll groep. In dezelfde tijd zo'n beetje als Elvis Presley. Hun invloed is ongekend. En zij noemden Elvis Presley de King of the Rock and Roll. Zo wordt hij vandaag de dag trouwens nog steeds genoemd. En zij zeiden: Before Elvis, there was nothing. Oftewel, voor Elvis was er niets. Hij was de oerknal van de rock and roll. En John Lennon, die we zien staan aan de rechterkant met de bokkengroet. Die bokkengroet zullen we trouwens nog veel vaker tegenkomen. Dan zie je dat eigenlijk is dat het gehoornde symbool, de hoorntjes van de duivel. Hij heeft gezegd: wij zijn populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als eerste zal gaan: rock and roll of het christendom. Nou, we laten dit zien. Ik laat deze clip zien omdat we zullen opmerken dat John Lennon van de Beatles, of met de Beatles, en een Elvis Presley zijn geïntegreerd in christelijk Nederland. Vandaar dat ik ook deze dingen laat zien. We maken de overstap van John Lennon, de Beatles, naar Bono van U2. Bono is van ongekende betekenis in de hedendaagse christelijke wereld. De CCM-wereld heeft overal linkjes lopen met deze man die we nu op dit moment op het podium zien. Hier zingt hij hetzelfde lied, Helter Skelter, van de Beatles. Hij heeft gezegd: Elvis is de Big Bang of the rock and roll. Elvis is de oerknal. Hij heeft gedichten geschreven over Elvis. Elvis de psalmist. Elvis het genie. Elvis de gulle. Elvis vergeef ons. Elvis bid voor ons. Elvis Aaron Presley. Daarnaast heeft hij zich laten inspireren door vele nummers van de Beatles. Denk onder andere aan Help of Helter Skelter, die we nu op dit moment bekijken. Happiness is a warm gun. All you need is love. Across the universe. Lucy in the sky with diamonds. And in my life. U2 met Bono is niet meer weg te denken in de christelijke wereld. De christelijke ontwikkeling die we zien vandaag
de dag. Take this soul, neem deze ziel. Let straks op bij het bekijken van deze clip die volgt van het lied Yahweh, de grote naam voor Jehovah, naar de symbolen die langskomen. Want we zullen ontdekken dat de hele cultuur, zowel in de seculiere wereld als in de hedendaagse christelijke wereld, doordrongen is van symboliek. En in deze clip die volgt zien we het driehoek met het alziend oog van Horus. Dus niet het oog van God, maar het oog van Horus. Een afgod. We zien het handje van Fatima. We zien de Davidster, zoals wij die noemen. En heel interessant symbool trouwens, met so as above, so below. Een driehoek die omhoog wijst en een driehoek die naar beneden wijst. Die in elkaar is, wat ook weer wijst op de eenheid van de genderneutraliteit. Waar man en vrouw tot één samensmelt. In deze clip wordt bezongen de komende wereldvrede. En dat is niet de wereldvrede die God ons gaat brengen, maar het is coexistence. Het is een samensmelting van alle religies tot één grote New Age-religie. Ja, Bono met coexist, het samensmelten van alle wereldreligies tot één wereldwijd communistisch religieus systeem. In de clip die nu gaat volgen zien we Bono op het podium met een hoofdband waarop staat coexist. Let op wat hij zegt. Some graffiti. Straight up on a wall, not too far from here. It says coexist. Jesus, Jew, Muhammad. It's true. Jesus, Jew, Muhammad. It's true. All sons of Abraham. Bono zegt Jezus, Jood, Mohammed, het is waar, allemaal zonen van Abraham. Begint hij te bidden tot Abraham. En roept hij Abraham van kijk eens wat er gebeurt, kijk eens wat er uiteindelijk van gekomen is. Let ook op de voodoo-drum op de achtergrond, het opzwepende, het samensmeltende. Wat Bono hier zegt, Jesus, Jew, Mohammed, allemaal waar, klopt. Er is niks op aan te merken. Maar de diepste boodschap is hier de samensmelting, zoals we ook in de clip al zagen. Het samensmelten van deze drie. Want de verschillende religies zijn niet allemaal waar. De personen kunnen waar zijn, maar de religies zijn niet waar. Er is maar één ware godsdienst. Er is maar één ware God. Dat is God, de Almachtige, die zijn Zoon Jezus zond om zondaren te verlossen. Ja, bidden tot de doden. In de Bijbel verboden. Everything you know is wrong. Alles wat je weet, alles wat je wist, is verkeerd. Dat is wat er op de achtergrond staat als Bono een optreden heeft. Coexistence, samensmelten van alle religies. Hier zien we het kornehandgebaar, de duivel, gesymboliseerd. Het teken waarmee men kwaad aan een ander toewenst. Op deze wijze, en als je naar jezelf toehoudt, dan wend je het kwaad van je af. Hier zien we wederom duivelshoorntjes. Bij Bono, de inspirator
voor velen in de christelijke wereld. Hier zien we het 666 handgebaar voor zijn oog. Opmerkelijk dat vaak het oog bedekt wordt in de muziekwereld. Wat staat voor het waar je één oog ziet, het oog van Horus. Hier zien we hem, wederom Bono, in zijn duivelsmasker, in zijn duivels voorkomen. We zullen ook zien dat hij optreedt als Mephisto. Dat is ook zijn alter ego, waar hij direct in de eerste persoon spreekt als de duivel tot de mensen, om op zijn manier een boodschap over te brengen. Yes. And of course, a license to just look in the mirror. Ja, genoeg van deze clip. Schokkend. En de volgende beelden die komen zijn nog schokkender. Ja, zeer toonaangevend voor wie Bono nu in werkelijkheid is. En de grote vraag is waarom christenen vandaag de dag zich willen laten beïnvloeden door een man als deze. To my cauldron of sin, I've been admiring how selfish you've been. Kept it all for you, kept it all for yourself. Now you're here with me in hell. Ja, welkom in de hel. Dit is een waarschuwing voor degene die hebzuchtig zijn, voor degene die vergeten degene die iets nodig hebben. Pas op, je gaat naar de hel. Dat is wat Bono even later nog zingt. Tot zover even genoeg over Bono. We zullen zijn naam en nog wat materiaal in het vervolg van de studie nog wel wat tegenkomen. En nu is het tijd om even de overstap te maken naar, naar de christelijke wereld. En op deze achtergrond zien we Rick Warren. Een hele bekende, invloedrijke apostel, zoals we dat noemen, een nar-apostel, New Apostolic Reformation, de Nieuw Apostolische Reformatie. Hij is een groot gezicht. Hij heeft boeken geschreven, onder andere het Doelgericht Leven, waarin hij beschrijft ook het doelgericht gemeente zijn. En ja, dit is een van de meest verkochte boeken van de afgelopen tijd. Hij is bijzonder invloedrijk in de christelijke wereld. Wat hij gezegd heeft is onder andere dit. God houdt van alle soorten muziek, omdat hij het allemaal heeft uitgevonden. Snel en langzaam, luid en zacht, oud en nieuw. Je vindt het waarschijnlijk niet leuk, maar God wel. Als het in geest en waarheid aan God wordt aangeboden, is het een daad van aanbidding. Interessant in deze context is dat hij spreekt over in geest en waarheid. Maar wat is volgens hem in geest en waarheid? Hij heeft namelijk het door drugs doordrenkte lied Purple Hearts van Jimi Hendrix heeft hij samen met zijn worship band gezongen in zijn Peace programma in Saddleburg Church. En dat heeft hij gezongen. Hij zei daarbij, dit heb ik al heel lang gewild. Nou, we zullen eventjes een klein stukje zien van Jimi Hendrix, wie hij is. En wat hij over zichzelf zegt is het volgende. Heel interessant. Je hypnotiseert mensen naar waar ze teruggaan naar hun natuurlijke staat die puur positief is. Zoals in de kindertijd toen je natuurlijke hoogtepunten kreeg. En wanneer je mensen op het zwakste punt hebt, kun je in het onderbewustzijn prediken wat je wilt zeggen. Daarom flitst de naam Elektrische Kerk aan en uit. Electric Church. Jimi Hendrix was zelf, gaf hij ook aan, van de duivel bezeten. Hij zei ook, en zijn vriendin erkende dat hij stemmen in zijn hoofd had. En hij sprak vaak over de duivel
en aan te weten wie hem deed handelen, spreken en zingen zoals hij dat deed. Nou, we zien eens een stukje van Jimi Hendrix, de inspirator voor Rick Warren, die in geest en in waarheid zijn liederen aan God aanbidt. Tot zover Purple Haas, het lied dat ook Rick Warren zong. Zo, Rick Warren, de vriend van Bono, maar ook de vriend van de paus. Rick Warren is dus een nieuw Apostolic Reformation apostel. En het is goed om daar iets informatie over te geven, want dit is een beweging die wereldwijd is en een grote opmars heeft. Mannen als Bill Johnson van Bethel Church, Todd White, Kenneth Copeland, Louis Giglio, namen die we straks ook nog tegen zullen komen, zijn allemaal verbonden aan deze reformatie. Nieuw apostolische beweging. Hij is onder verschillende namen bekend. Denk aan Letter Rain, oftewel de late regen. Denk aan het Kingdom Now, of het Kingdom Nu, Koninkrijk Nu. Word of Faith, het woord van geloof, beweging. En ten diepste is het een New Age beweging. De invloeden van New Age, de nieuwe wereld, zijn in dit concept verenigd. Men beroept zich op de vijfvoudige bediening, een woord wat je steeds vaker tegen gaat komen, waarin men doelt op de vijf ambten die Christus heeft ingesteld: ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Dit moet volgens hen weer terugkomen in de kerken. Een sterke hiërarchie, waarbij de apostelen de leiding hebben. Vervolgens hebben we de bediening van profetie, met nieuwe profetieën. De profetieën hoeven overigens ook niet uit te komen, dat hebben ze zichzelf al voorgehouden. Terwijl Deuteronomium 18 toch heel duidelijk zegt dat als een profetie uitgesproken door een profeet niet uitkomt, het een valse profeet is. Ja, men houdt zich bezig met oorlogsvoering, geestelijke oorlogsvoering, strategische oorlogsvoering, mapping. Ja, dus er wordt een foto van een gebied wordt er genomen, een map. En daar wordt onderzocht welke geestelijke machten in de luchten gebonden moeten worden. Men heeft 24 uur, 7 dagen in de week gebedshuizen. En kortom, er gebeurt heel veel op dit gebied. Het klinkt overigens allemaal best mooi, maar de invloeden en de leer die erin verweven is, is vals. Zo moeten we het verwoorden. We zullen nu verder niet te veel ingaan op deze details. Lees de studie op bijbelsoverdenkingen.nl en daarin vind je meer informatie rondom dit onderwerp. We gaan nu de switch maken naar Hillsong. Hillsong is werkelijk toonaangevend in de christelijke wereld. Links in beeld zien we Brian Houston. In 1983 heeft hij de Hillsong-kerk opgezet. Ook hij is een narapostel. Een apostel verbonden aan de Nieuwe Apostolic Reformation. Zijn kerk is ondertussen in meer dan 35 landen vertegenwoordigd. Er gaan zo'n 135.000 bezoekers wekelijks naar de samenkomst. En hun liederen worden in heel de wereld gezongen. Brian Houston staat niet afwijzend tegenover de paus. Sterker nog, hij heeft over paus Johannes Paulus II gezegd dat hij een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de wereld. En wij bidden voor de paus Benedictus, terwijl hij het leiderschapsmantel van de katholieke kerk op zich neemt en de uitdagingen en kansen voor de wereldwijde kerk in de 21ste eeuw aangaat. Nou, de uitdagingen om een wereldwijde kerk aan te gaan. Dat is dus de agenda van Rome, wat we nog zullen merken, en de agenda van de New Apostolic Reformation. Het is de New Age agenda. We zullen zien dat de invloed van de muziek en de leerinstellingen die dus deze kerken met zich meebrengen, groot zijn. Laten we een stuk luisteren naar de vrijheid die hier gepredikt wordt. Hey, ready for the word? Yeah, I'm ready.
ready for the word. You're ready for the word. You guys ready for the word? Now, excuse me a moment, Mr. Pastor, sir, but that didn't sound very ready to me. Er ontstaat een conversatie tussen twee mannen in fanfarepakjes die met elkaar beginnen te roepen over vrijheid. En dan zegt de een: ik weet dat de zoon, als de zoon je zal vrijgemaakt hebben, dan zul je werkelijk vrij zijn. Nou, dan begint de volgende, die begint een beetje te bewegen en een beetje te dansen. En dan zegt hij: oh, je bedoelt in freestyle. En dan vraagt hij: zijn er nog andere mensen die hier ook deze vrijheid kennen? Nou, iedereen roept ja. En vervolgens dan zien we het een en ander ontstaan. Waarin de vrijheid van de zoon wordt uitgeleefd. Free. That's right. The devil ain't got no hold on me. Jesus came and broke my yoke of slavery. Amen, brother. Yes. Galatians 5. Yes, I know it, brother. Now, has anybody in here got that kind of freedom? Hey. He said, has anybody in here got that kind of freedom? Well, if you've got that kind of freedom, I need you to stand on your feet because it's time to move. Ja, een vrijheid die geen grenzen lijkt te kennen. Vanaf deze kerkdienst zullen we de overstap maken naar Darlene Scheg. Zij is zeer bekend. Al in de begintijd van Brian Houston kwam hij in contact met haar. Ze was bekend van haar commercials voor Coca-Cola en McDonald's. En met haar prachtige stem heeft zij ongelooflijk veel liederen binnen Hillsong geschreven en gezongen. Liederen die ook in Nederland bekend zijn, zoals Juich voor de Heer. Luister mee en voel wat er gevoeld moet worden. Darlene met Juicht voor de Heren. Een lied wat wijdverspreid is, gezongen wordt in kerkelijk Nederland en in het Engels wereldwijd. Ze kwam negatief onder de aandacht omdat ze de paus een hand mocht schudden. De volgende clip die we zien is het lied Walk On van U2 Bono. Darlene geeft aan dat Bono een van de personen is die ze graag persoonlijk zou willen ontmoeten. Nou, het lied Walk On van Bono heeft zij ook gezongen en uitgevoerd. In de clip zie je aan de linkerkant de clip van Darlene. Je hoort haar stem. En aan de rechterkant zie je de clip van Bono zelf. It's not the easy thing. Only bad that you can bring. It's only you can't leave behind. Love is not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can leave behind.
als inspirator voor de liedjeschrijver en zanger van Hillsong. Aan het begin van de clip zagen we het gebogen kruis. Niet zomaar een kruis. We zien het om de nek van Bono. En we zien het ook bij de paus in het Vaticaan. Interessant genoeg geeft de Rooms-Katholieke schrijver van het boek The Broken Cross, Hidden Hand in the Vatican, het antwoord op wat dit symbool is. Hij zegt, het is een sinister symbool dat door satanisten in de 6e eeuw werd gebruikt en opnieuw gebruikt werd in de tijd van Vaticaan II. Het betreft een gebogen of gebroken kruis waarop een weerzinwekkend en verwrongen figuur van Christus is afgebeeld. Wat gebruikt werd door zwarte magiërs en tovenaars in de middeleeuwen om de Bijbelse term merkteken van het beest mee uit te beelden. We zagen Brian Houston met I Like to Move It. We zagen Daleen Schech met Juicht Heel de Aarde. En we zagen ook hoe zij zich liet inspireren door Bono. Nu maken we de stap naar New York, de Hillsong Church daar, en zullen zien wat hun invloed brengt. In his concert tour, with speculation rampant that Bieber wants to focus on his spirituality. His spiritual guru is known as the shirtless pastor, Carl Lentz. Carl Lentz, de shirtloze pastor met zijn vriend Justin Bieber. Rechts op de achtergrond zien we Daleen Schech. Hij is zeer bekend in New York. Veel Hollywoodsterren, acteurs, popsterren vinden in de kerk bij Carl Lentz bevrediging. The great challenges for us is not to just keep depending on what's proven and what's tried and what's established. We have to keep believing God to stretch us and to keep stepping into the untried, the unproven, the unknown. May nations be impacted eternally because, Father, we heard from you here. Een oproep van Brian Houston om naar de Hillsong-conferentie te komen. In beeld zien we op dit moment Selena Gomez, een bekende actrice, een popzangeres, die haar getuigenis geeft hoe zij door God is aangeraakt. Zij gaat naar de Hillsong Church in New York. In de volgende clip zullen we zien hoe zij God dient met Hillsong Worship liederen. Lena Gomez leeft in twee duistere werelden. In Hillsong, maar op dit moment ook nog in Hollywood. Zoals we zien in deze duistere clip. Een klein stukje beeldmateriaal uit een verschrikkelijk duistere clip en een duistere song waar de wereld verloren is gegaan en waar we, ja, te midden van het vuur nog wat slangenvenijn vinden. Dit is nodig zodat we zullen zien en zien wat er afspeelt binnen Hillsong. Oké, dit is een vrouw die naar de Hillsongkerk gaat en ondertussen nog steeds in Hollywood leeft. Maar de volgende beelden laten zien dat Hollywood in de kerk is geïntegreerd. Het entertainment van Hollywood is vandaag de dag binnen de kerk doorgedrongen. Ah,
wordt bezongen hoe de Heer Jezus geboren is. Een heilige nacht. Nee, hier is niet veel heiligs aan. Verschrikkelijk. En in de volgende clip zullen we zien dat binnen Hillsong de zon wordt aanbeden. Let op wat je ziet, maar ook wat je hoort. De voodoo-geluiden, die overigens in heel veel liedjes naar voren komen. Maar in deze volgende twee wel heel erg. Schrik niet, maar gruwel van deze godslasterlijke troep. De kruisdood van onze heiland, de Heer Jezus Christus, hier besmeurd en bespottelijk gemaakt. Misschien moet u uw ogen afwenden voor de volgende clip, want deze is werkelijk duister. Let op de rituelen als je kijkt, hoor de geluiden, zie wat er gebeurt. Het is te gruwelijk. Tot zover de gruwelijke wereld van Hillsong. We gaan nu de overstap maken naar Bethel Church. Minder informatie wat gruwelijkheid betreft. Maar vergis je niet, wat hier gebeurt is zeker zo gevaarlijk. Zeker zo gevaarlijk, want veel mensen zullen bij Hillsong wegrennen vanwege de duisternis die zich daar afspeelt. En zullen vervallen tot de gepretendeerde heiligheid die er binnen Bethel Church, Bethel Redding en Bethel Music te vinden is. Pas op, de Heer Jezus zegt, wees nuchter en waakt. Wees nuchter en waakt. Uw koninkrijk regeert voor altijd. Muziek van Bethel. Bethel Music. We weten nog hoe Jimi Hendrix heeft gezegd dat de mens in een bepaalde trance moet komen door de muziek, zodat hij teruggaat als het ware naar zijn kinderlijke ontvankelijkheid, zodat elke boodschap erin gelegd kan worden. Electric Church, de elektrische kerk. Nou, dat is wat we bij deze muziek ervaren en ook straks in volgende clips zullen ervaren. Dus denk erom, de helm van de zaligheid op het hoofd. Die moeten we niet van ons af laten gooien, zodat er elke leugenachtige boodschap naar binnen kan. Op de achtergrond zien we Bill Johnson, wederom een narapostel, aangesloten bij de verschillende andere narapostelen. Hij heeft Bethel Church opgericht, samen met zijn vrouw. En hun hebben ook het Bethel Music label. De kerk staat bekend om hun leiders met hun New Age boodschap. Tijdens samenkomst wordt er veel nadruk gelegd op de zogenaamde aanraking van de Heilige Geest. Later zullen we dit nog uitleggen. Dit is niet de Heilige Geest, maar dit is een Kundalini Geest. Misschien zeg ik dit al wat vroeg, sommigen zullen wenkbrauwen op trekken, maar kijk gerust verder, dan zullen we erachter komen wat hier aan de hand is. Mensen kronkelen lachend en schokkend over de grond en gedragen zich als dieren. Goudstof of veren van engelen dwarrelen uit de lucht. Gewoon tijdens de dienst. Mensen wandelen door zogenaamde vuurtunnels om vervuld te worden met de Heilige Geest. Waarbij we ze vervolgens dronken zien zijn. Nou, dit komt allemaal aan bod. Nu zullen we eerst zien hoe mensen op graven gaan liggen om de geesten van de overledenen op te zuigen. Grave soaking noemt men dat. Heilige gestorvenen worden bezocht, zodat hun geest overgaat op hen.
Staff, if you just start to move along and touch people, people are going to get baptized in fire tonight. Baptized in fire. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Fire. 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 Thanks God. Fire. Fire. Thanks God. Fire. Fire. It's the fire of God. I see the heat increasing in the back of the room. Heat increasing in the back of the room. I see angels coming in through the back doors, and they're coming in, they're ministering in fire tonight. The angels are coming in and they're ministering in fire tonight. Don't be surprised if the angels touch you in fire tonight. Fire tonight. Hallelujah. Het vuur van de Heilige Geest in Bethel Church. Het doet mij meer denken aan Nadab en Abihu die vreemd vuur brachten. Alles draait hier om extase. Alles draait hier om extase. De muziek, het gevoel, de manier waarop dingen gezegd wordt, de handbewegingen. Het is alles de mensen in vervoering brengen. De mensen, je zou kunnen zeggen, gek maken. En de mensen gaan erin mee. Ik geloof dat deze jongen zelf gelooft wat hij zegt. We zullen nog een stukje luisteren. Whack someone behind you in a sort of, well, I was going to say appropriate, not in an appropriate way, but fire with a Mexican hand and like blast them. Mexican hand, oh dear. Okay, so are you, on the count of three, are you with me? Pretend that you are if you're not. On the count of three, are you with me? One, two, three, go! That's it. Fire. Okay, we can do that one more time, I reckon. Fiery wave of God. One, two, three, front, go! Fire. Yeah. Okay, one last time. And this is the real one. This is the one that counts. I want you to put the fieriest hand you've got on them, okay? That this would change their life, all right? On the count of three. One, two, three, go! Wat we nu zien zijn de zogenaamde vuurtunnels. Mensen lopen er doorheen en men raakt elkaar aan en geeft de Heilige Geest door. Waarschijnlijk door die pop, denk ik. Ik denk door die pop. Ja, zo moet het er ongeveer uitgezien hebben op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Of zou het er anders uitgezien hebben? Ik denk het wel. In de volgende clip die we zien, worden mensen uit Nederland geroepen en die krijgen de zegen mee om in Nederland deze zegen uit te gaan delen. We zien mensen bewegingen maken die er niet gezond uitzien. We zien ook Bill Johnson. Nu op de foto zie je hem links voorin zitten met de bril. Hij kijkt naar links. We zien hem later ook nog een keer in beeld. Let op wat hier gebeurt en wat Nederland te verwachten heeft. Ja, sterker nog, straks in de verdere van de film zullen we zien dat Nederland hier al heel gewoon mee is. En dichterbij is als menig een denkt. Wild, and you're not going to have to self-promote. No, because there's going to be his backing and his power and his anointing pushing it all for you. Just like Bill hasn't had to self-promote anything that he's put out there, there's going to be that same covering on everything that comes out of you guys. Can I lay hands on you? Is that okay? Okay. That's right. Come on. All right. Yeah. Oh, boy. I just felt wealth just drop over the Netherlands. I saw the word wealth just drop like a bomb over you guys. Wow. Yeah. Like that. And I just see you as a strength in the economy in Europe. In the times to come. Awesome. All right. Come on. Yeah.
do one more thing together before. Deze samenkomst zien we op dit moment 3 narapostelen. Op de knieën zit Todd White met de lange rasta's. Hier rechts in het groene shirt is Mike Bickle van IHOP, 24 uur gebedshuizen. En in het midden, hier in het scherm, is Bill Johnson, de leider van Battle Church. 3 apostelen die een grote invloed hebben op de huidige christelijke wereld. Alle 3 bij elkaar. Hey everybody, it's Todd White. We're here at the future home of Lifestyle Christianity, the training center where we're going to do that school. And I have the privilege of introducing one of the amazing fathers in the body of Christ. Actually, he's really special to me. And I've just for Todd White, die spreekt over zijn spirituele vader, zijn geestelijke vader, Kenneth Copeland, die veel betekent in het lichaam van Christus, volgens Todd White. Wie het onderzoek doet naar Kenneth Copeland, die ontdekt heel bizarre dingen. Het is een man met ontzettend veel autoriteit. Een echte welvaartsprediker. Kijk en luister wat hij zegt. And I'm going to say this to you. You need to be putting your money in here. It's proven good ground. Todd White's not new. Do you hear me? This is proven ministry. If it wasn't, I wouldn't be standing here talking to you. He's ministered to me, my. And this whole group of young firebrands, they got me all turned on, glory to God. I'll tell you another thing that's dangerous. It's an 80-year-old man that has been reborn and refired and got money enough to do what he's called to do. It's amazing. I am dangerous. You understand that? Yes, sir, I do. I am spiritually lethal, brother. That's right. I'm so glad you're on our team. I'm so glad. Hallelujah. I'm so glad you're in my foxhole. Yes, amen. That's right. I ain't gonna stay in there, though. No. I'm coming out of that hole. That's right. Isn't it good? It is good. This is a time to be alive. It is. Thank you so much for... I appreciate everything about you. I love you, buddy. I love you, too. Ik ben gevaarlijk. Zij kennen het koepelend. Kijk naar de clip. One! One! One born again human being defeated all of hell! Hier staat Kenneth tegenover Todd White. Links naast de paus zien we Kenneth Copeland. En in de volgende clip horen wij hem erover spreken. Pope and spirit-filled Lutherans that got together in the Holy Ghost. Now, take a good look at that picture. The night before, we had a dinner together before we met with Pope Francis the next day. That many evangelicals in one room. folks, you don't get it. Nee, inderdaad, dat vatten wij niet. Want daar staan niet allemaal evangelische. De paus is Rooms-Katholiek en niet evangelisch. I believe that the Catholic Church and the Christian Church are going to come together right now. Father, I thank you in the name of Jesus, God, for a mighty baptism on the Catholic Church, God. Jesus' name. Voordat we straks gaan zien hoe alle muziekgroepen bij elkaar samenkomen om met elkaar samen te werken en met elkaar de boodschap van eenheid te prediken, willen we eerst wat inzoomen op de Rooms-Katholieke Kerk. We weten van de reformatie die heeft plaatsgevonden, denk aan Luther, Zwingli, Calvijn. De reformatorische kerk is ontstaan door de reformatoren
Er is vrijheid gekomen om de Bijbel te lezen, de Bijbel in bezit te hebben. En vandaag de dag zien we dat evangelische als Kenneth Copeland, Rick Warren, Darlene Scheg, Bono en vele anderen de paus de hand schudden en samen als het ware op weg gaan. Is dit nu zo verkeerd? Dat is een grote vraag. Is er zoveel veranderd? Wie is er veranderd? Is de Rooms-Katholieke Kerk veranderd? Of is de Christelijke Kerk, de evangelisch-reformatorische hervormde kerk veranderd? Want dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden, dat is duidelijk. En dan is het goed om te beseffen dat Rome nog steeds Rome is en blijft. Rome ziet zichzelf als de hoogste macht. De paus noemt zichzelf de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Hij wordt aangesproken als heilige vader. De priesters die hebben de taak om de zonde van de mensen te vergeven. Mensen aanbidden Maria, de maagd Maria. Heiligen worden aanbeden in de hemel. Denk aan brood en wijn, wat werkelijk verandert in het lichaam van Christus en in het bloed van Christus. Denk aan de doop, die ze zelf eigenmachtig hebben ingesteld, het veranderen van tijden en wetten. Rome is springlevend en heeft niets ingeboet aan haar regels. Denk aan de seksuele onreinheid die is voortgekomen uit het celibaat, het verplichte celibaat. En wat een heel belangrijk punt in deze studie is, waar we bij over na moeten denken, is de oprichting van de orde van Jolola, van de Jezuïeten. Ignatius van Jolola heeft in 1539 de orde van Jezuïeten opgericht. En die hadden maar één doel, dat is ten koste van alles, maar zo subtiel mogelijk de reformatie, het protestantisme en de orthodoxie te ontmantelen en uit te roeien. Nou, de huidige paus is een jezuïet. En we zullen straks zien dat er veel meer jezuïeten aan het werk zijn. En deze jezuïeten hebben een machtige invloed. En doen dus achter de schermen duisterde werken. Zij werken aan een agenda. En interessant om hier op te noemen is dat een gevorderde jezuïet, dat is een kleine minderheid binnen de orde, legt de volgende belofte af. Luister goed. Ik beloof en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de hele aarde, en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen, en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de lode kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen. Zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het heilige geloof van de Jezuïetenorde. En na het afleggen van deze bovenstaande eed, die eed die ze zojuist hebben afgelegd, dan wordt er gezegd, gaat dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de paus. Hem, die de paus niet zal accepteren als de plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangende bestuur op de aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden. Heftige woorden, maar nog niet beroepen door de Rooms-Katholieke Kerk. Op dit moment zijn de Jezuïeten nog springlevend en hun agenda bestaat nog steeds. Let erop, de Jezuïet zal zich niet bekendmaken als een Jezuïet die erop uit is om bijvoorbeeld de reformatie teniet te doen. Maar zal infiltreren in de kerken, in onderwijsinstellingen en alles wat maar enigszins verband heeft met het kerkelijke leven. Zoals de moderne christelijke muziek. We zullen zien wat er gebeurt.
Shootings are on the rise and terror is around every corner. Thousands of youth attended a Christian prayer event on the Washington DC National Mall. Ja, zoals we al opgemerkt hebben, draait alles om eenheid in de wereld. En door de beelden die we net zagen, worden we geconfronteerd met de terror wat overal in de wereld is. Terrorisme, vernietiging, oorlog, geweld, mensen staan tegen elkaar op, twisten, verdeeldheid. En hoe mooi is het dan dat er nu een event wordt georganiseerd waar de eenheid centraal staat. In beeld zien we het Washington DC monument. Interessant dat dit een obelisk is uit de Egyptische tijd. Deze obelisk, ook wel de penis of Satan genoemd, oftewel de penis van Satan, is het symbool voor de Baal-aanbidding, de afgoderij. En daar komen dus honderden, duizenden, ja, be one of a million, wees een van de miljoenen die staan voor Jezus rondom Baal. The meeting called for unity amongst all Christians, and with Pope Francis sending a special video message from Rome for all people to stand together and give Jesus a try. Ja, ze kondigt de oproep van de paus aan om alle christenen te verenigen, samen sterk te staan en Jezus een kans te geven. Wil je weten wat je rusteloosheid is? Ik nodig je uit voor een grote bijeenkomst van jongeren in Washington DC. Om diegene te vinden die jou een antwoord kan geven op je rusteloosheid. God laat niemand gedesillusioneerd achter. Jezus wacht op jou. Ja, voordat we wat clips zullen zien van de samenkomst, kijken we even naar de uitnodiging. We zien hier, dit is trouwens één van de uitnodigingen die gaat om Unity, georganiseerd door Nick Hall van Pulse Movement. Ze hebben veel meer samenkomsten georganiseerd, alle met het doel voor eenheid. Nou, we zien hier wat namen. We zien hier Casting Crowns, een heel bekende band, komt samen met Lecrae, de rapper. We zien Michael W. Smith. We zien Louis Giglio, een hele belangrijke, die zullen we later ook nog zien. Ook een narapostel die veel samenwerkt met John Piper. We zien Lauren Daigle, bekende popzangeres, die heel hoog in de hitlijst staat in de seculiere wereld. Zij noemt zichzelf ook niet per definitie christelijk, maar vindt het wel leuk dat ze in de christelijke wereld ook veel aandacht krijgt. Kortom, een hele lijst van bekende mensen. Wat ook interessant is, is Maat Meher. We zullen hem straks als eerste in beeld zien. Hij is een vriend van de paus, een jezuïet. Heeft de opleiding aan de jezuïetenschool gevolgd. En in de volgende clip zullen we hem ook zien hoe hij het lied Lord I Need You zingt voor de paus. Hij is een bekende liedjeschrijver die veel samenwerkt met heel veel andere muzikanten die we ook later nog tegen zullen komen. Deze man mogen we niet vergeten. Denk aan de jezuïeten en hun invloed om de reformatie teniet te doen. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holy death is Christ in me. Ja, heiligheid is Christus in mij, zingt Maat Meher. Een ontroerend lied. De muziek, de woorden, alles is in harmonie. Een lied om ons mee te slepen in het Rooms-Katholieke eenheidsbeweging. We schakelen nu over naar Together, de samenkomst waar de paus toe opriep. See now, church! Lord, I need. Sing it out.
we just recently, Nick, you, I, and a bunch of pastors from America went to go and visit Pope Francis, and we had an amazing time. This is Matteo Calisi from Italy, and he worked with the Vatican for almost, well, three successive popes, and he's here to just share his heart for unity with you. Siamo grati al Signore per questa opportunità di adorare insieme in unità. We're so grateful to the Lord to be together here to worship in unity. Perché quando cattolici, evangelici, pentecostali... Ja, al drie succesvolle pausen is deze man in dienst van het Vaticaan. Hij is zeer enthousiast dat katholieken, evangelische en pinkstermensen bij elkaar zijn in eenheid. Catholics, evangelicals, Pentecostals, adorano insieme. Worship together. Le nostre differenze non salgono al cielo. Don't go up to heaven. Siamo uno in Cristo. We're one in Christ. Gesù ha detto: quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Jesus said. Ja, we volgen nog wat clips. We zullen uiteindelijk zien waar deze eenheid in Christus toe leidt. Ja, een heel spektakel, die eenheid in Christus. Ik vermoed, en ik durf het met zekerheid te zeggen, dat de Bijbelheiligen en mannen als Paulus, Johannes en Petrus zich zeker niet één gevoeld hebben op dit feest. Maar vooruit, we gaan naar Casting Crowns, omdat zij ook hier hebben opgetreden. En een heel bekende groep is in evangelisch Nederland, maar ook onder reformatorische mensen. Zij treden samen op met Hillsong, met Elevation Worship, maar ook op Pointfest. In 2017 traden ze samen op met Skillet. Skillet is een rockgroep met duistere muziek. Hier volgen twee clips. De eerste van Casting Crowns en daarna van Skillet. Om een indruk te geven hoe deze mensen optreden. Ladies and gentlemen, Casting Crowns! Ja, Skillet met Are You Sick Of It? Ben je er ziek van? Of ben je het zat? Ja, inderdaad, dat word je wel heel gauw zat. Als iemand die met de Bijbel wil leven en Gods woord onderzoekt, dan ben je toch gauw klaar met dit. Inderdaad, Skillet, Sick Of It. We zullen zien in de volgende clip hoe Skillet zich presenteert in een... In een muziekclip video Terug uit de dood. Cold and black inside this coffin, 'cause you all try to keep me down. Ja, Back from the Dead. Terug uit de dood van Skillet.
een christelijke rockgroep die samen optreedt met onder andere Casting Crowns en Louden Degel. Hij zingt koud en zwart in deze doodskist, omdat jullie allemaal proberen mij in bedwang te houden. En wat er verder volgt over zombies, over bloed, over te veel, te duister om allemaal op te noemen. De volgende clip zien jullie Skillet optreden op een podium. En dan zie je, moet je opletten, al die handjes uit het publiek die omhoog gaan. Allemaal de duivelskop, de duivelshoorntjes. Dat laat wel zien wie hier aanbeden wordt. Genoeg Skillet, koekenpan. In het Engels Skillet, koekenpan. We gaan over naar een wat rustiger gedeelte. Catty's Music met John Piper, Louis Giglio. Bedenk, Louis Giglio, grote vriend van John Piper. Louis Giglio, nar apostel. John Piper, nieuw Calvinist. Luister en verbaas. The Father truly loves us. In Christ alone, my hope is found. He is a light, my strength, and my soul. And as He stands in victory, since birth of love, it's great on me. De Catty's, in samenwerking met John Piper en andere CCM-artiesten, slaan zij een brug naar de Nieuwe Wereldkerk. Zij hebben net wat rustigere muziek, vinden net wat meer ingang bij mensen die afknappen op Hillsong of bijvoorbeeld een Skillet. Maar hun doel is hetzelfde, eenheid. Zij zien Bono van U2, denk aan de man die zich op het podium voordoet als een duivel, die uit de hel opkomt om te zeggen welkom in de hel. Zij zien hem als, ze zien naar hem op. En C.S. Lewis, bekend van de boeken van onder andere Narnia, is een groot vriend of een inspirator of iemand naar wie zij opkijken. En tegelijkertijd is John Piper een grote aanbidder van C.S. Lewis. Zo, we zien de connectie tussen Kite en Christine Catty, John Piper en C.S. Lewis. En nu krijgen we eerst in beeld de grote vriend van John Piper, Louis Giglio, met wie hij ook samen een Bijbel heeft geschreven, voorzien van aantekeningen. We zien in het scherm hoe Louis Giglio de paus een kus geeft. De zogenaamde broederkus. Bedenk dat deze man die nu zijn as, de as van, uit het zakje laat glijden, een narapostel is die op de achtergrond een agenda vervult waar alles tot één moet samensmelten. Het is heel erg moeilijk om de leugen van de waarheid te onderscheiden bij dit soort leraren. Aan de ene kant een boodschap die bemoedigend en christelijk klinkt, en aan de andere kant een leugen, zoals bijvoorbeeld Louis Giglio, die ons leert dat in ons menselijk DNA het goddelijke DNA zit en dat wij kleine goden zijn. So, once more, we look to Jesus. John Piper samen met Louis Giglio op de Passion Conference. Samen met heel veel andere CCM-artiesten. John Piper, heel erg bekend in heel de wereld en ook in Nederland. Bekend van Desiring God, het verlangen van God. In zijn prediking waarin hij oproept om dicht bij God te leven. In zijn prediking waarin hij ook Jezus Christus centraal stelt, maar tegelijkertijd ook een dwaalleer aanhangt. Het is een man die dus veel omgaat met de narapostelen en hij denkt in een nieuw reformed Calvinist kader, een nieuw
gereformeerd Calvinisme met haar dwalingen. Misschien herinneren we ons de beelden nog van Hillsong met I Like the Move It, het fanfarekorps en de man in grijze glitter en alle losbandigheid die daar plaatsvond in de kerk. Denk ook aan de echte kruisiging. Denk aan halfnaakte vrouwen en een halfnaakte cowboy. Laat dit tot je doordringen en besef dat John Piper samenwerkt met deze mensen. Op dezezelfde conferentie gaat Hillsong voor, zoals we nu ook zullen beluisteren. Let op wat hier ook weer bezongen wordt. Wederom de eenheid. Come together. Come on, strangers need. Hillsong met Kom samen, vreemd als buren, ons bloed is één. Luister verder. Elvis Presley die zou zeggen, het is de beat die naar je toe komt. Als je het leuk vindt en je het voelt, dan kun je niet anders dan aan meebewegen. Dat gebeurt bij mij, ik kan er niets aan doen. Treffend liedje. Voel je dat de wind verandert. Er komt een nieuwe dag aan. En de sfeer die breekt. Terwijl de nieuwe wereld tot leven komt. Inderdaad een nieuwe wereld. Maar wat voor wereld. We zullen zingen, we zullen dansen. Totdat de aarde de hemel echoot. Dus wat wij horen. Ja, dat moet zo'n beetje zijn wat er in de hemel te horen is. Volgens deze mensen. Zing zijn lof tot wij de andere kant zien. Ja, en de grote vraag mag dan wel zijn. Welke andere kant? Welke andere kant zullen we zien als we zo dansend en springend de dood tegemoet gaan? Het is goed om nu eventjes kort stil te staan bij C.S. Lewis en John Piper. C.S. Lewis hebben we al eerder genoemd, onder andere bekend van zijn boek Narnia. Is een bijzondere vriend geweest van Tolkien, ook gerelateerd aan de Jezuïten. En C.S. Lewis had verschillende dwalingen. Hij zag zichzelf als een erg katholiek. Hij zond gebeden op naar de doden. Hij geloofde in het vage vuur. Hij ging biechten bij de priester. En geloofde ook niet in een goddelijk geïnspireerde Bijbel. En een van de grootste dwalingen die hij had, is dat God de oprechten aanneemt. Ook al geloven ze niet in Christus. Dus ook mensen in andere godsdiensten, boeddhisten, moslims. Maakt niet uit. Als ze maar oprecht zijn, zullen ze behouden worden. Nou, het is interessant dat John Piper deze man echt als een groot voorbeeld ziet. Heel veel van hem geleerd heeft, veel op hem gestudeerd heeft. En in lezingen, ook onderlaatst in Nederland, op de Zoeklichtdag, sprak over hem met veel respect en ja, hem promoot onder de mensen. Het is interessant dat hij zelf hier op een conferentie spreekt tegenover voorgangers over wie C.S. Lewis is. En dan noemt hij heel wat negatieve dingen. En de negatieve dingen belichten we hier even uit die hij zelf zegt. Luister mee. John Piper begint zijn gebed met Vader in de hemel, ik dank u dat u C.S. Lewis aan ons gegeven hebt. We zullen hem horen en daarna zal ik zijn woorden overnemen in een Nederlandse vertaling. Father in heaven, thank you for your gift to us of C.S. Lewis. Ik wil trouw zijn aan u. Ten tweede wil ik trouw zijn aan uw woord. Ten derde wil ik getrouw zijn om de waarheid over C.S. Lewis te vertellen en hem niet verkeerd te begrijpen. Ik ga praten over wat Lewis het meest voor mij heeft betekend, hoe hij hem het meest heeft geholpen. Ook al is hij niet hervormd en zou hij nauwelijks een evangelisch ze genoemd kunnen worden. Hij niet geloofde in de onfeilbaarheid van de schrift.
hij de reformatie niet met respect behandelt, maar denkt dat het vermeden zou kunnen worden en noemt aspecten daarvan lachwekkend. Hij maakt ruimte voor tenminste sommigen om gered te worden door onvolmaakte voorstellingen van Christus in andere religies. Hij spreekt met respect over de verzoening, maar hecht weinig belang aan een van de verklaringen over hoe de verzoening daadwerkelijk zondaars redt. Lewis devoted his whole life to what he called mere Christianity. Hier zegt John Piper dat Lewis zijn hele leven wijdde aan het loutere christendom, om dat te verdedigen en te aanbidden. Maar als we goed studie maken naar wie Lewis was en welke dwalingen hij allemaal leerde, en dat uiteindelijk iedereen die serieus is, in welke godsdienst dan ook, en het niet al te bond gemaakt heeft, toch gered wordt, dan moeten we concluderen dat deze man een ander evangelie brengt. Niet het evangelie van Jezus Christus, niet het evangelie van Paulus, maar een vreemd evangelie. Voordat we de overstap maken naar de Nederlandse muziekontwikkeling, staan we even stil bij de christelijke film. Want toen de christelijke film de huisgezinnen binnenkwam, kwam daarmee ook de zogenaamde christelijke CCM, de moderne christelijke aanbiddingsmuziek, binnen. Kijk naar films als Fireproof, War Room van de Kendrick Brothers of God Is Not Dead van de bekende Newsboys. Dan zijn mensen bekend geworden met de muziek. Het is goed om even wat in te zoomen. We zoomen even in op een specifieke film, Fireproof, waarin John Waller zijn lied zingt While I'm Waiting, om vervolgens te zien wat hij nog meer zingt en hoe de muziek onze levens daarmee kan beïnvloeden. I'm waiting, I'm waiting on you, Lord, and I am peaceful. I'm waiting on you, Lord, though it's not easy, no, but faithfully I will. John Waller met While I'm Waiting in Fireproof. We maken nu de overstap naar een ander lied. En dat is As For Me And My House, We Will Serve The Lord. Er wordt gebroken met de zonde en alleen nog maar God gediend, volgens de tekst. Kijk ook naar de aansluitende clip die daarna komt, om te zien wat John Waller nog meer bezingt. Jesus and a little bit coffee. Ik heb Jezus nodig en een beetje koffie. Want ik heb de stoot van cafeïne nodig. Let goed op de clips wat je allemaal ziet gebeuren. Welke Jezus wordt hier bezongen? Give me a word that rocks me. A whole lot of Jesus and a little caffeine. You are my awakening. The world awaits out the front door. Let it wait just a bit more. In a little cafe. Verdere details zullen we besparen. Maar waar is de heiligheid? Waar is het respect? Waar is de eerbied voor God en voor Gods woord? Waar is de heilige eerbied als het gaat om Jezus en wat Hij gedaan heeft aan het kruis? We hebben Jezus nodig omdat we zondaren zijn. In Hem vinden we verzoening, in Hem vinden we vergeving, in Hem vinden we verlossing. Zie ook op de achtergrond de beroemde Naked Cowboy, die we ook al zagen optreden bij Hillsong. Het is alles één pot nat. We gaan over naar de volgende film, God Is Not Dead, met de Newsboys. God's not dead, He's surely alive. He
Ja, deze muziek brengen we in huis bij het bekijken van de film God Is Not Dead. Michael Tate. Let ook op de volgende clip waar hij het avondmaal gaat vieren in de opera van 2013. Waar hij de hoofdrol speelt als Jezus. Strip mall in my face. T-shirt paraphernalia and your bumpers pick a taste. Trinkets all for show. Token to Bosco. Selling things that come for free, cause God don't need the dough. No, not in our house. No, not in our house. Jezus krijgt een conflict met de, ja, met het, met de schriftgeleerden en de fariseeërs en je zag hoe hij de tafels omverwierp. En ja, we zullen even luisteren wat hij allemaal zegt. Elvis Presley en John Lennon, die zouden schik hebben en niet begrijpen dat de christenen helemaal niet weggevaagd zijn, maar dat de christenen zijn opgenomen in deze muziekwereld. Elvis Presley en John Lennon van de Beatles konden niet zulke muziek maken als ze vandaag de dag maken. We zien hier Michael Tate zitten, die de rol van Jezus vervult. De man naast hem staat straks op en die gaat uitnodigen voor het avondmaal. Een werkelijke barbecue. En hij wil blije gezichten zien, want er moet feest gevierd worden. Het laatste avondmaal. Barbecue's ready. All right, people. Now, I know there's been some crazy stuff happening around here, but this is a party. I want to see some people smiling, people having fun, just a little bit. Clapping your hands. Come on now. Come on. There you go. Something good. You may not think I'm the brightest jewel in this strange but sun. Let's lift our hands. It takes some time to dance. And I'm pleased to get a start. Ja, we zullen de herrie besparen, maar het is ongelooflijk dat het heilige avondmaal, het laatste avondmaal, de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn discipelen voor het sterven, die hij zo begeerde met zijn discipelen te eten en die hij nagelaten heeft ter gedachtenis aan ons tot versterking, dat daar zo blasfemisch mee omgegaan wordt. Hoe is het in de wereld mogelijk? Het is mij een raadsel hoe dit christelijk genoemd kan worden. Ik hoop dat het voor jullie ook een raadsel is. Ik hoop dat God een terugkeer geeft naar de eenvoud van zijn woord. In deze opera speelde ook John Cooper van Skillet, de koekenpan. We zullen het nog even in beeld brengen om te herinneren hoe het mogelijk is dat deze mensen die zich christelijk noemen samenwerken aan een eenheid van een kerk, terwijl ze de kerk infiltreren met één grote goddeloze bende. What's up, it's John from Skillet. Booyah, you are watching Loudwire. Zowel Michael Tate van Newsboys als John Cooper van Skillet gebruiken de bokkengroet, de groet die vanuit het satanisme komt. Je ziet ook op de achtergrond op dit moment de doodskop liggen, de bok. En alles draait hier uiteindelijk om de duisternis en niet om het licht.
ouderwetse psalmen en de liederen van Johannes de Heer. Johannes de Heer heeft als een pionier de evangelische liederen in Nederland gebracht vanuit de opwekking die er plaatsvonden in Amerika en in Wales. En de nadruk bij hem lag op de noodzaak van bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus. Als hij zou horen wat wij nu doen met de muziek, dan zou hij achterovervallen. Maar de vraag is veel meer, wat doen wij ermee? Nou, Johannes de Heer en de psalmen. Daarna kregen we opwekking. En de hele geschiedenis kun je lezen op de schriftelijke studie, op Bijbelse overdenkingen. Maar nu nemen we wat mee in de beweging die er plaats heeft gevonden. Opwekking begon heel eenvoudig. Tentsamenkomsten met evangelisatie. Muziek werd later binnengebracht vanuit andere landen. En de opwekkingsbundel die we tot op vandaag kennen, wordt iedere keer weer samengesteld door Stichting Opwekking. We zullen wat nader bekijken en luisteren. Voor degene die dat nog niet wisten, in één oogopslag zien we dat Nederland niet is achtergebleven, maar dat de Amerikaanse invloeden zijn overgenomen. Stichting Opwekking maakt zichzelf bekend als een interkerkelijke organisatie. Denk aan de jaarlijkse Pinksterconferentie die zo'n 75.000 mensen betrekt. En de conferentie heeft een sterk oecumenisch en charismatisch karakter. Wordt veel nadruk gelegd op de werking van de Heilige Geest, zoals we ook op het plaatje zien, dieper met de Geest. Ja, dat moet te denken geven als we die muziek horen en we zien wat er allemaal gebeurt. Ruben Flesch is jarenlang voorzitter geweest van de VPE, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, die vooral de nadruk leggen op het opbouwen van bestaande gemeenten en de eenheid in kerkelijk Nederland. Nou, dan moeten we echt alert zijn als we dit horen, in deze context, dat de Evangelische Alliantie, de VPE en de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland samenwerken aan een oecumenische verbroedering. Mensen die op opwekking komen, mensen die daar spreken, denk aan Kees Kraaienoord van Mozaïek 0318, later horen we over hem meer. Denk aan Martin Koornstra, bekend om zijn Royal Mission, zijn Bijbelschool. Met het thema eenheid in de kerk. Die samen David de Vos en Matthäus van der Steen de G500 hebben opgericht. Dat zijn 500 christenen met de visie om de kerk op zijn kop te zetten. Ze werken samen met mensen als Heidi Baker en Benny Hinn. Nou, later zullen wij meer over deze invloeden zien. Maar nu vervolgen wij door in te zoomen op een paar specifieke mensen die in Nederland een grote rol spelen. Denk aan Marcel Zimmer, denk aan Kees Kraaienoord van 0318, Mozaïek, en denk aan Joke Buijs met haar liederen, onder andere van Johannes de Heer in een modern jasje, en denk aan een groep als Sela, bekend in reformatorisch Nederland, evangelisch Nederland, katholiek Nederland, en de invloeden die vanuit Sela over heel Nederland zich verspreiden. Invloeden die velen waarschijnlijk niet eens kennen. U neemt mij in uw armen. Links en rechts op de foto Joke Buijs. Daarnaast Kees Kraaienoord. En daarnaast de man met de gitaar Marcel Zimmer. Luister naar hun lied. En let ook op de herhalingen en de emotie die daarin gelegd wordt. Denk om het Electric Church effect. En droogt mijn tranen af. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. We zullen niet te lang stilstaan bij Marcel Zimmer. Marcel Zimmer is een bekende liedschrijver en zanger. Veel liederen in de opwekkingsbundel zijn door hem geschreven. Ook vaak samen door hem en met zijn vrouw ook gezongen. Lydia.
Ja, laten we gewoon even kijken wie hij is, wat hij zingt en door wie ook hij zich laat inspireren. Iedereen is anders. Ja, dat was Iedereen het. Is anders. Ja, die zou dus... Is dat hem? Ja, dat is hem. Oh, dat is hem. Als jij zingt solo. Ja. En dan zingen we met elkaar het refrein. Goed zo. Goed. Ja. Iedereen is anders. Niemand is zoals jij. Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben mij. Ja. Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders. En dat is... Ja, iedereen is anders. En dat is ook zo. En als het gaat om kinderen, de een is druk, de ander is minder druk. De een is wat opener, de ander is wat meer geslotener. En dat is oké, kinderen moeten ontwikkelen. Maar het is wel bijzonder dat er op SIP gezegd wordt over deze twee mensen, Marcel en Lydia Zimmer, door ene John Lapré. Ik zie hen als een voorbeeld van hoe de evangelische beweging in Nederland de uitdaging aan mag gaan. Hoe ook LHBT'ers, een modern woord... Het verandert nogal eens, maar dat duidt de lesbisch, homo's, biseksuelen en transseksuelen aan. Dat die een voluit deelgenoten laten zijn van het leven met de Heer. Dus volgens John Lapré mogen homo's, biseksuelen, transseksuelen, lesbisch voluit deelgenoot zijn in het leven met de Heer. Dat is wat Marcel Zimmer en Lydia wat hem betreft uitdragen. Nou, dan zegt dat meer over hem als over Marcel Zimmer en Lydia. Maar wel iets ook over de inhoud van de liederen. Als een LHBT'er de zonde uitleeft die er in de Bijbel wordt omschreven, of dat nou diefstal is, of mannen met mannen leven, of gierigheid, afgoderij, vrouwen met vrouwen. Als die niet in de liederen aan de kaak gesteld worden, gewoon de zonde afstand nemen, breken. Maar als je je daarbij veilig voelt, dan hapert er wel iets aan de inhoud van de liederen. Marcel Zimmer is een jongen, een man, die zich laat inspireren door Bono van U2. Nou, we kennen Bono, denk aan de duivel, Mephisto, de verschrikkelijke beelden die we gezien hebben. En Marcel heeft ook in de U2 2, de coverband is dat, die dus U2 naspeelt, als drummer gespeeld. En we zullen straks ook het liedje luisteren, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Daarin wordt bezongen dat nog steeds niet is gevonden waarnaar op zoek is. We zullen zien hoe Bono dit uitdraagt. En besef dat Marcel dit dus ook voor een volle zaal met U2 fans heeft gespeeld. En veel meer liederen. Waar iedereen dus als het ware uit het dak gaat om de verering van Bono. Het zou een christelijk liedje moeten zijn. I still haven't found where I'm looking for. Ik heb nog niet gevonden waar ik naar op zoek ben. Ik weet niet of hier over Christus gezongen wordt, maar een onderzoek naar de tekst en alle teksten van Bono laten zien dat alles dubieus is. En dat hij inderdaad niet gevonden heeft wat de Bijbel ons oproept te vinden. Ja, de connectie, opwekking, Marcel Zimmer, U2 van Bono, dat geeft te denken. Wat mij betreft laten we het hier bij wat het is, wat Marcel betreft, en stappen we over naar Kees Kraaienoord. We zullen een clip zien waarin hij zingt, om vervolgens te gaan kijken in welk netwerk Kees zich begeeft en welke invloed hij heeft in Nederland. We are your church and we will rise with the roar. Because of you we're not afraid anymore. Kees Kraaienoord, bekend van Mozaïek 0318. Ondertussen ook een Mozaïek 033. En daar is zicht op of plannen voor een Mozaïek in Apeldoorn. Ja, Kees heeft veel invloed.
Kees weet met zijn stem en zijn, ja, zijn muziek vele harten te veroveren. En ik kwam een stuk tegen waarin Kees getuigenis geeft. Dat gaat over zijn tijd op de MAVO. Hij is op een MAVO schoolkamp en dan heeft hij huisarrest. En dan komt hij tot bekering door de snoeiharde muziek van de christelijke metalband Strijper. Het volgende zegt hij daarover. Vanaf dat moment was ik bekeerd. Dat zei ik ook tegen de anderen. Nadat ik eerst heel hard werd uitgelachen, zei een klasgenootje: volgens mij is het waar. Mijn moeder is ook wedergeboren. En volgens mij is dat bij Kees ook zo. Ik zie het aan zijn ogen. Toen dacht ik, God is wel lekker bezig. Jaren later, zegt Kees, over die metalband van Strijper, snoeiharde muziek, maar wel van jongens die in Jezus geloven en hem willen volgen en daarover zingen. Nou, toen ik dat tegenkwam, dacht ik, wie zijn de Strijpers? Ik ken ze niet, laat ik er wat in verdiepen. Dus toen, ja, ik denk, laat ik jullie eerst het volgende clipje maar zien over de jongens met hun snoeiharde muziek die Jezus willen volgen. De rest van de herrie zullen we besparen. De clip gaat nog een eind door. En dit is één greep uit het assortiment van de Strijpers. Interessant is het volgende plaatje. We zien hier de Strijper. En daar staat onder God Damn Evil. Het godverdomde kwaad. En dan zien we hier een figuur die dan als het ware God moet voorstellen. Maar het is Zeus. Heel interessant. Want Zeus wordt vandaag de dag heel veel vereerd. Mensen denken dan dat het over God gaat, maar dan gaat het over Zeus, Zeus, afgoderij. Nou, de volgende clips, daar wordt gesproken van al ga ik ook door het dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. En dan hebben we wel weer genoeg een idee wie de Strijpers zijn. Volgens het Urban woordenboek overigens, zijn Strijpers een dubbelzinnige homoseksuele langharige metalband die, hoewel versierd in zwart en geel gestreept leer, voornamelijk gedurende de jaren 1980 als een marketingtruc voor het christendom fungeerde. Want zwart-geel staat voor Satan en duisternis. En ja, bijzonder. Bijzondere stunt binnen het christendom. Mannen met lange haren en opgemaakt en ja, een beetje vreemd gedragingen. Ja, de jongens met de snoeiharde muziek die Jezus liefhebben en willen volgen en bezingen, volgens Kees Kraaienoord. Kees vertelt in een interview met Church Life Magazine dat hij een opleiding heeft gevolgd aan de Azusa Theologische Hogeschool. Dat is het opleidingsinstituut voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente, de VPE. Nou, we hebben net al gezien bij de directeur van Opwekking dat die VPE dus de eenheid zoekt tussen de verschillende kerken. En dat bewijst ook wel de samenwerking die er is tussen Kees en mensen uit veel verschillende kerken. Nou, we zien nu een clip van Tim Hughes. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is een Anglicaanse priester die op dit moment in het beeld is. En hij schrijft samen met Kees liedjes. Bijzonder dat ook Kees nauw contact heeft met Maat Mer, die hem ook helpt met het schrijven van zijn liederen. Inspiratiebron voor Kees, de Jezuïet. Denk erom dat de Jezuïeten, de Rooms-Katholieken, erop uit zijn om de reformatie niet te doen. Dus om een eenheid te brengen die wereldwijd is, allesomvattend. Alle godsdiensten tot één godsdienst. Dat lijkt misschien vreemd te klinken, maar het is wel de waarheid. Maat Mer, vriend van Kees. Naast Tim en Maat hebben we ook nog Martijn Buwalda.
Hij is naast liedjeschrijver ook theatermaker en bezoekt graag de katholieke kerk op zoek naar het mysterie van God. Hij heeft ook gezongen voor de jongeren op de katholieke conferentie voor de Nederlandse religieuzen, waar het thema stond in het teken van de oproep van Paus Franciscus om te luisteren naar de jongeren. Martijn Buwalda is iemand die verbinding zoekt onder het motto van liefde. Hij schrijft positief en liefdevol invoelend over homo's en lesbiennes die uit de kast komen, waarbij hij helaas dan de Bijbelse boodschap achterwege laat. We horen nu een liedje, een clip, die hij samen zingt met Stef Bos. Voor mij is hij de hemel die de aarde kust als milde regen. En niet een waterdicht systeem dat ons van boven is gegeven. Voor mij is hij een vrouw waaruit het leven wordt geboren. En niet het spook dat oorlog zoekt en najaagt wat hij heeft verloren. Voor Martijn Buwalda is God dus de hemel die de aarde kust met een milde regen. En niet een waterdicht systeem dat ons van boven is gegeven. Ja, bijzondere bewoording. Maar Stef Bos zegt, voor mij is hij een vrouw waaruit het leven wordt geboren. En niet het spook dat oorlog zoekt en najaagt wat hij heeft verloren. Bijzondere bewoordingen. Maar als nou gevraagd wordt aan Martijn Buwalda of hij in de samenwerking met Stef Bos, die de Bijbel niet ziet als het woord van God, kan snappen dat Stef God als moeder beschrijft, dan geeft hij het volgende antwoord. Of het nou moeder, vuur, vader, aarde, water of lichtjes is, we zijn bij het beschrijven van God per definitie overgeleverd aan metaforen. Dat we hem van oudsher als mannelijk bestempelen heeft denk ik veel te maken met de vroegere rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de culturen waarin de Bijbel is ontstaan. Logisch en ook prima. Maar volgens mij valt God niet van zijn troon als iemand hem ziet als vrouw waaruit leven wordt geboren. Prachtig beeld toch? Ik kan me ook lastig voorstellen dat onze lieve Heer er zelf moeite mee zou hebben. Wat ik me lastig voor kan stellen, is hoe deze mensen alles kunnen combineren. Hoe kan een Kees Kraaienoord liedjes schrijven samen met Martijn Buwalda, die dus omgaat met de Roomse kerk, daar het mysterie van God aan het zoeken is, die ja, graag theater maakt, die samenwerkt met Stef Bos, met dubbelzinnige teksten en een persoon die helemaal niet in de Bijbel gelooft. Maar dat Kees naast Martijn ook samenwerkt met een priester, Tim Hughes, met een jezuïet, Maat Maher, ja, dat kan ik me allemaal lastig voorstellen. Maar we gaan verder. In een interview met Louder Than The Music wordt Kees gevraagd dat als hij met elke willekeurige songwriter zou mogen samenwerken, met wie zou hij dan willen samenwerken? En dan geeft hij het antwoord Bono van U2. Dan zegt hij, de inhoud van die teksten zijn zo echt en rauw. Luisteren naar U2 is als een gesprek hebben met Bono. Het is alsof hij bij je in je kamer is en zijn dromen en angsten deelt zoals een vriend zou doen. Vertel mij wie uw vrienden zijn en ik vertel u wie u bent. Als hem verder gevraagd wordt wat zijn muzikale invloeden zijn, dus door wie hij zich laat inspireren en beïnvloeden, dan zegt hij, I'm not sure, ik ben niet zeker, maar naast U2 zeker ook Coldplay. En eigenlijk houdt hij van alle soorten muziek. Nou, wat onderzoek naar Coldplay, dat maakt duidelijk dat Coldplay helemaal niet christelijk is en ook een bijzondere boodschap de wereld inzendt. Kijk even mee.
duidelijk welke boodschap Coldplay de wereld predikt. Met al haar regenboogclips, de LHBT, het LHBT-imago. Zie ook de piramide op de achtergrond in deze clip. De piramide, het Egyptische symbool. Ook het symbool van de nieuwe wereldorde. Kortom, Coldplay is zijn predikers van een andere waarheid. Ook aan de man van Coldplay, de voorman, Chris Martin, wordt gevraagd of hij gelooft. Hij zegt dat hij gelooft in een God, hoewel hij niet weet of het een hij of een zij is. Niet weet of het Allah, Jezus of Mohammed is, maar wat hem betreft is het Zeus. De bekering van Kees Kraaienoord begon met de Strijpers, die vervolgens Zeus promoten. En Coldplay volgt ook de god Zeus. En we zien ook hier wederom een connectie. Kees Kraaienoord Bono en Chris Martin Bono. Genoeg over Coldplay. Ja, een vraag aan u als luisteraar. Stel je nou eens voor dat je ergens op een heet eiland zit. En je hebt nog maar genoeg batterijduur om naar één nummer op je mp3-speler te luisteren. Welk nummer zou je dan beluisteren? Denk eens na over die vraag. Je bent alleen op een heet eiland. Je zit vast. Misschien ga je wel sterven. En je kunt nog maar één nummer op je mp3-speler luisteren. Nou, wat zou je dan luisteren? Bijzonder is het antwoord van Kees op deze vraag. Want opnieuw komen we dan bij Bono uit, van U2. Hij zegt, where the streets have no name. Nou, we zullen het lied even beluisteren om te kijken wat Kees zal luisteren als hij nog maar 3 minuten heeft. Wat mij betreft even genoeg over de bekering van Kees Kraaienoord, de invloeden op zijn leven en de relaties die hij heeft liggen. Om vervolgens te gaan kijken naar de invloeden die hij brengt in de levens van veel andere mensen. Met zijn muziek die hij maakt, maar ook met de samenkomsten. Iedere zondag in Veenendaal Mozaïek 0318 is een gelegenheid voor 3 groepen van 1500 mensen. Dus samen 4500 mensen. Om te luisteren naar prediking en muziek. Welkom in de wereld van voodoo drum en entertainment, arme meisjes. Als jij verregend voor de deur zou staan en dingen niet de goede kant op gaan, dan bied ik jou graag mijn omhelzing aan, tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt.
om u uit de waan te helpen. Dit is geen lied geïnspireerd door Gods Heilige Geest. Dit is geen lied gebaseerd op de Bijbel. Ook niet op de heilige liefde die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Waarin God op de eerste plaats geliefd wordt en daarna de mensen. Maar dit is een liefde die bezongen wordt. Een liedje wat oorspronkelijk geschreven is door Bob Dylan. Een voorvechter voor de LHBT. Voor de homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders. En bekend geworden is door Adele. Vergis je niet, mensen, jullie die televisie kijken, jullie die films kijken, jullie die popsterren bezien. Heel veel wat eruit ziet als een mooie vrouw is in werkelijkheid een man. De onreinheid dringt door, zelfs tot in de kerk. Wij moeten ons verre houden van de wereld. Wij kunnen geen gemeenschap hebben met de werken der duisternis en wandelen in het licht. De Bijbel is er zo helder en zo duidelijk over. Er is zoveel. 1 Korinthe 6 vers 10 zegt, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars en geen rovers zullen het koninkrijk van God beërven. Voordat u denkt dat ik een homohater ben, of een lesbihater, of een LHBT-hater, dat is niet zo. Ik wil alle mensen lief hebben. Maar wel met een reine en heilige liefde. Ik heb God lief op de eerste plaats. Zijn woord is voor mij het kompas. En ik wens dat jullie allemaal die dit luisteren, dat woord van God als uitgangspunt nemen voor het denken. En alles wat op je afkomt, toets aan dat heilige woord. De weg die ten leven leidt is een smal spoor. Een smalle weg. En op die brede weg vinden we heel veel vermaak, entertainment onder de naam van christelijk. Maar als we ergens de naam christelijk opplakken, hoeft het niet per definitie ook gereinigd en geheiligd te zijn. Als we op een discotheek christelijk plakken, is het niet een christelijke discotheek. Als we op een hoerentent christelijk plakken, is het geen christelijke hoerentent. Want het blijft zondig. De Bijbel zegt ons, dit waart gij eertijds, maar gij zijt gewassen, gij zijt gereinigd, gij zijt geheiligd. Afgezonderd voor God. Om een heilige weg te gaan. Ja, om mensen die een zonde leven lief te hebben. Maar hen vervolgens zo lief te hebben dat we ze oproepen tot bekering. Opdat ze niet verloren gaan, maar het leven vinden. We zullen verder gaan. Hey, hallo, mijn naam is Kees Kruinhart. En je gaat zo kijken naar een preek uit onze kerstnachtdienst hier in Mozaïek 0318. Preek gaat over, tuurlijk, kerst. Maar in het bijzonder over Jozef. Afgelopen jaar won Duncan voor ons het Eurovisie Songfestival met een prachtig lied, Loving You is a Losing Game. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jozef zou het gezegd, of misschien wel gezongen kunnen hebben. Geniet van de preek. Een kijkje in de Mozaïekkerk van Kees Kraaienoord, waar zoveel mensen naartoe gaan. Overigens uit de hele breedte van kerkelijk Nederland. Mensen uit de gereformeerde gemeente, mensen uit de hersteldevormde gemeente, mensen uit de hervormde kerk, mensen uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Mensen verlaten de kerk om naar deze kerk te gaan. Maar wat trekt daar zo aan? Wat gebeurt hier? Kees zegt, Duncan, die voor ons het Eurosongfestival won. Duncan, wie is Duncan? Ik weet het niet. Ik ben wat gaan onderzoeken. Wat is het Eurosongfestival? Jozef zou het liedje van Duncan hebben gezongen. Loving you is a losing game. Wat onderzoek naar het Eurosongfestival doet ons achterovervallen. De krant kopt, het Songfestival is te gay. Dus doet Hongarije niet mee. Volgens de Britse krant The Guardian heeft Hongarije zich teruggetrokken uit het Eurosongfestival vanwege de associatie met de LHBT-gemeenschap. Volgens de krant zou het muziekspektakel te gay zijn. Hoewel het dus voor Hongarije te gay is, is het voor veel christenen vandaag de dag blijkbaar oké. Wat onderzoek naar het Songfestival doet al gauw uitkomen bij een man als Conchita Wurst. Hij presenteert zich als een drag queen. De ene keer in, in een jurk, de andere keer met een kaalgeschoren hoofd en een rode jurk. Het is goed om wat beelden te kijken van het laatst gehouden Songfestival, waar Kees dus aan refereert, om een indruk te krijgen van wat daar zich afspeelt. Let op de driehoek op de achtergrond. De driehoek, het teken van het occulte symbool,
Zie de man die nu in beeld komt. Dat is dus de drag queen Conchita Wurst. Zie de zon op de achtergrond. De zonverering. Kortom, het hele songfestival staat in het teken van gay, lesbien, transgenders. Ja, vunzigheid. Ik laat de muziek niet horen. Maar als je dit ziet, zie je op de achtergrond ook de plaatjes. Je ziet hier de Baphomet. Je ziet hier het beeld van Satan. Werkelijk gewoon heel vaak afgebeeld. Zie je ook naar de vijfpuntige ster. We zullen nu wat luisteren om een indruk te geven wat er gebeurt. Alleluia, the sun shine above. Alleluia, halleluja, wordt er gezongen. Loof den Heere. Het is verschrikkelijk. Wat mij betreft genoeg. Maar het is goed om nu over te schakelen naar Duncan. Want hij heeft dus voor ons, volgens Kees Krijenoord, het Eurosong Festival gewonnen. Maar wie is ons? Wij zijn niet van de wereld. Als wij het woord van God volgen, als wij de Heer Jezus Christus lief hebben, dan zijn we gekruisigd aan de wereld. En zeker aan deze verschrikkelijke goddeloze wereld. Maar we zullen overschakelen naar Duncan om te kijken wie hij is. Want hij heeft dus het Eurosong Festival gewonnen. Luister naar het lied waar Kees aan refereert. Wat Jozef ook gezongen zou hebben. All I know, loving you is a losing game. Duncan de Moor, die zichzelf Duncan Laurens heeft genoemd. Waarom Duncan Laurens? Nou, hij was nogal in zijn jonge jaren gefascineerd door de mythologie en had veel met de Griekse god Apollo. En Apollo wordt de gelauwerde genoemd, Laurens. Vandaar Duncan Laurens. Op zijn arm heeft hij een tattoo van de god Gepi, de Egyptische zonnegod. De Griekse god Apollo is trouwens ook de zonnegod. Interessant dat je op het beeld op dit moment de zonnegod voor zijn hoofd hebt. Mensen zullen zeggen, ja, het is een lamp. Vergis je niet, mensen. In Hollywood, in de popwereld, er is niets zonder reden. Alles is uitgedacht. Loving you is a losing game. Ja, loving you is a losing game. Als wij de duivel dienen, als wij de duivel volgen, zullen we verliezen. Maar Jozef heeft een beter deel verkozen. Jozef koos niet deze God. Laten we kijken naar de clip van Duncan, even kort. Dan zien we ook de tattoo in beeld. Let op, hij zegt van zichzelf, het is vaag of hij homo is of biseksueel. Hij gaat de ene keer wordt hij homo genoemd, de andere keer biseksueel. Zelf geeft hij aan biseksueel te zijn. Zie hem in beeld, zijn clip met de tattoo van de god Gepi, de zonnegod. De god die de zon doet opkomen. En luister dan aansluitend naar het koor van de Mozaïek dat voor op het podium Duncan overneemt. Loving you is a losing game. Jozef zou het gezongen kunnen hebben, want hij leed toch verlies, of niet? Zijn liefde voor Maria. Ze was zijn verloofde. Hij stond aan de kant van de losers. Hij raakte haar toch kwijt, ze was toch immers zwanger. Loving you is a losing game. Laten we het eens over Jozef hebben. Want we hebben het eigenlijk altijd met kerst over Maria, over engeltjes en over Jezus, de... Ja, de. Jezus, ja, de. Ik ben er klaar mee, mensen. Genoeg over Kees Krijenoord, over zijn bekering, de invloeden in zijn leven en de invloeden die hij doorgeeft. Dit is een enorm gevaarlijk gebied, een gevaarlijk terrein waar we ons op begeven. Ik bid dat God de ogen van Kees opent. Ik bid dat die 4500 mensen die daar komen, de ogen geopend worden. Oh, hoe heerlijk zou het zijn als Kees zich bekeert en de waarheid gaat verkondigen. Zijn voordracht,
zijn manier. Hij weet mensen te beïnvloeden. Hij weet mensen mee te nemen. Maar waarin neemt hij hen mee? O mensen, word wakker. Word wakker. Word wakker. Ja, we sluiten af met een laatste opmerking over de mozaïek. De kerk van Kees, die ondertussen ook in Nijkerk zit, 033 en in Apeldoorn wordt opgestart. Dus tenminste, dat zijn de plannen. In de krant staat, lees ook de schriftelijke studie. Daarin vind je heel veel informatie op bijbelsoverdenkingen.nl met ook allerlei noten. Meer dan 200 noten met allerlei diepgaande onderzoeken die er zijn op, over deze hele studie. Eigenlijk de bronnen vind je daar. Nou, in de krant stond, wie je ook bent, wat je ook doet, welke achtergrond je ook hebt, hier mag je zijn wie je bent. Jezus houdt toch wel van je. Dat is wat we willen uitstralen. Niet als een vormpje, maar met heel ons hart en ziel erbij. Dat zijn de woorden van Kees Kraaienoord. Wie je ook bent, wat je ook doet, welke achtergrond je ook hebt, hier mag je zijn wie je bent. Over bekering wordt niet gesproken. En het is ook niet nodig, mensen, als je alles ziet, alle invloeden in Kees' leven, wat we tot nu toe gezien hebben met afsluiting van het Songfestival. Wat is nog bekering? Wat is nog zonde? Waar is de wet van God? Het is alles liefde, liefde, liefde. Maar de Bijbel zegt vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Ze zullen roepen van vrede, vrede. Maar een haastig verderf zal hen overkomen. Ik bid dat u en Kees bewaard worden. Hop van Mozaïek 033 zegt, je bent hier welkom zoals je bent. Mensen voelen zich hier vrij om hun geloof te vieren op een wijze die bij 2019 past. Anders dan in de traditionele kerken. Wij sluiten aan bij de tijdgeest. Ja, wij sluiten aan bij de tijdgeest. De Bijbel leert, wij zijn niet van de wereld. Bewaar hen in de wereld, Heere. Zegt de Heer Jezus zegt tegen zijn vader, bewaar hen, zij zijn niet van de wereld. Want ik ben niet van de wereld. Die tijdgeest is de geest uit het rijk van de duisternis en niet van de Heilige Geest. Aver van de Vrije Universiteit, die doet onderzoek naar al dit soort ontwikkelingen, die heeft gezegd, het christendom is van kleur aan het verschieten. Mensen hebben behoefte aan een andere geloofservaring. En daar passen dit soort kerken, overgewaaid vanuit Amerika, heel goed bij. Ze heeft het hier over de mozaïek. Ze hebben goed naar het theaterformaat gekeken. Over alles is nagedacht. De muziek, de taal, de vormgeving. Daarmee sluit dit soort kerken heel erg aan bij de moderne cultuur. Het is laagdrempelig en uitnodigend. Sluit aan bij de cultuur. Ja, modern. Of we nu bij Hollywood zijn, of we nu in de bioscoop zijn, in een discotheek of in zo'n kerk. Het klinkt hetzelfde, alleen hier wordt dan een boodschap van liefde gepredikt. Maar het is niet de liefde waar God op de eerste plaats geliefd wordt. Het is niet een liefde gewerkt door de Heilige Geest, maar een humanistische liefde. De liefde waarin alles samen kan optrekken. Of we nu moslim zijn, jood, christen, hindoe, homoseksueel, gay. Bekering tot God is niet nodig, maar we mogen allemaal zijn wie we zijn. En we moeten elkaar lief hebben, want dat is de New Age gedachte. Genoeg. We zien een clip van de mozaïek waarin we overschakelen naar Joke Buijs. Zo groot bent u, God, zo groot bent u, zo groot bent u. Ja, Joke heeft lange tijd in de schaduw van Kees gestaan, zo staat ook in de krant te lezen. En is daar uitgestapt, is ook solozangeres geworden. Werkt nog steeds nauw samen met Kees Kraaienoord en zijn worship team. Ze schrijft ook liedjes samen met Martijn Buwalda, die we kennen van het theater. En zijn samenwerking met Stef Bos, die niet gelooft dat de Bijbel Gods woord is en God moeder noemt. Martijn Buwalda, die ook in de Rooms-Katholieke Kerk optreedt en daar zoekt naar verdieping. We zullen wat clips van haar zien en daar verder geen aandacht aan geven. Zij giet de liedjes van Johannes de Heer in een nieuw jasje om het aantrekkelijker te maken. Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal zijn. Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn. Grenzen aan Jezus macht. Ja, de liederen die bezongen zijn in een tijd van een geestelijke opwekking, waar gehuild werd, waar de zonden beleden werden, waar mensen in een ootmoedige wandel met God gingen leven en gingen wandelen. Die liederen worden vandaag op een hip-hop wijze voorgedragen en gezongen. Wie staat er in het middelpunt? Het is goed om dat op te merken. Bij alle wat we gezien hebben, artiesten. Staan de artiesten in het centrum of staat God in het centrum? Natuurlijk zullen ze zeggen, nee, wij willen God eren. Maar ondertussen hebben we gezien dat de God Zeus, de God Apollo, allerlei goden, hè, de Baal, de piramide, de Egyptische invloeden. Kortom, welke God wordt aanbeden? Nou zeg ik niet dat Joke Buijs een andere God aanbidt, begrijp me goed. Maar laten we alles toetsen. De muziek, de voordracht en alles wat er op ons afkomt. Het is niet een kwestie van wennen. Het is een kwestie van toetsen. We stappen over naar Sela. We zien hen straks op het podium samen met Kees Kraaienhoort. En zullen diep ingaan op Sela. Omdat dit een bijzondere groep is die heel veel harten weet te bereiken. Heel veel huiskamers weet te bereiken. Van de hele breedte van kerkelijk Nederland. En we zullen zien dat deze invloeden van Sela heel erg gevaarlijk zijn. En dan gaan we het hebben over de directeur en liedjesschrijver van Sela. Omdat hij de karttrekker is en een gevaarlijk spel speelt. Overal. In wat er was en wat er komt. God is overal. Hoogste de Heer, u bent de maker. Heel de schepping draagt uw naam. Sela, erg bekend. Denk aan een boog in de wolken als teken van trouw. De muziekstijl van Sela is een combinatie van worship rock met Ierse folk en klassieke invloeden. Sela's droom is een kerk van eenheid die elkaar ontmoet in Nederlandstalige liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan. Hans Maat, de directeur en liedschrijver, is een echte bruggenbouwer. Ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen de protestanten, de evangelische, de charismatische stroming, vanuit de verlangen naar een eenheid en echte kruisbestuiving. Hij is naast liedjeschrijver ook directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij is diep onder de indruk van het onderwijs van Randy Klerk en daarom heeft hij ook de There Is More conferenties opgezet. En dat zien we op dit moment in het beeld. We zullen daar dieper over nadenken om te kijken welke invloeden Hans Maat en Sela Nederland binnenbrengt. Ik ben deze There Is More begonnen omdat ik zelf heb ontdekt dat er meer is. En ik het zo heerlijk vind als de kerk dat ook ontdekt. En de gewone gemeenteleden die misschien wel eens een beetje opgedroogd in hun gemeenschap zitten. En ik verlang ernaar dat de Heilige Geest ook in Nederland wat meer de regie krijgt op het christelijk erf. En vervolgens dat wij samen het Koninkrijk vertegenwoordigen, Jezus vertegenwoordigen in de gewone samenleving. Op alle fronten. Your love is devoted, like a ring of solid gold.
denken echt dat, dat evangelische en protestanten en katholieken elkaar steeds meer gaan vinden. En dan gaan we weer terug naar de kern van het evangelie. Dus wat wij nu zeggen is van, nou, het gaat om Jezus, die staat in het midden. En we moeten leren leven bij de Heilige Geest. I love seeing what Spirit does. Biblically speaking, there's so the new covenant is the essence of what the whole Bible is about. It points to it's all about the new covenant and the blood of Jesus, and the new covenant is all about a new relationship with the Holy Spirit. We should never lower the word to our experience. Dat is een mooie waarheid die Klerk daar zegt. We mogen nooit het woord van God verlagen tot onze ervaringen. Maar wie is deze man? We zullen nog een klein stukje luisteren van Hans Maat, directeur van Cela, om dan te luisteren naar Todd White, die we eerder gezien hebben, een narapostel. En ja, welvaartsprediker zouden we hem kunnen noemen. Die vertelt over zijn ervaring met Randy Klerk. Maar eerst nog even Hans Maat. Geef de regie aan de Heilige Geest en let op wat er kan gebeuren. Ja, we zijn erg benieuwd wat er gaat gebeuren als we ons overgeven aan de Heilige Geest die gepredikt wordt door Hans Maat. So when I went up there, there was a guy whose name was Randy Clark. All of a sudden, this thing hit me. Oh. And it felt like my chest was being stepped on. Are you sure you want this? See, it felt like I was gonna die. It felt like electricity. Not just in my hands, it was all over my body. It started to go through my feet and through my fingers. And all of a sudden it hit me. And I'm like, oh! And all of a sudden... Todd White, de vriend van Kenneth Copeland, vertelt hier hoe Randy Clerk er was en de hand op hem legde. En ja, hoe hij het gevoel had dat hij doodging. En ja, daar gebeurden bijzondere dingen. Bijzonder is dat deze Clerk... deze Randy Clerk de hand ook gelegd heeft op Hans Maat. En toen is hij begonnen met de There is More conferenties, want er is iets veranderd in zijn leven. Luister wat Todd verder zegt. And here's what I said. I'm gonna die. I'm dying. And Randy goes, you won't die. More, Lord. And it got so bad that I'm screaming. Help! Oh, Jesus, help me! Help! And Randy's trying to preach and I'm and Randy's like and I'm screaming. This thing makes me look like a mental patient. Not kidding. I literally was like this. And after it was over, just for 40 minutes, Bill Johnson walks, as he's in the conference, he walks by the row and he goes, Todd White vertelt dus hoe Randy Clerk de hand op hem legde en dat hij krankzinnig leek te worden. Dat vervolgens Bill Johnson langskwam, de man van Battle Church, Battle Redding, en zijn duimpje omhoog stak. Nou, we hebben al in vorige clips gezien wat er gebeurde binnen Battle Church en wat er tot op de dag van vandaag gebeurt. Denk aan de grave soaking, op de graven gaan liggen en de geest opzuigen. Denk aan het goudstof en veren wat uit de lucht komt vallen. Denk aan alle manipulatieve dingen die daar gebeuren. En de vuurtunnels met de handpop die vervolgens mensen aanraakt, waar mensen op de grond liggen te lachen en te schudden. We zullen nu zien wat er gebeurt als Randy Clerk langskomt en handen oplegt. Ook Bill Johnson is daar aanwezig. Dit is een evenement zoals wat Todd White beschrijft. Let op wat er met deze jongen gebeurt met de blauwe blouse aan. We zien hier in beeld nu de man met de paarse blouse en de microfoon in zijn zak. Randy Clerk, die handen oplegt. Let op deze rode vrouw en die vrouw die daarnaast staat te shaken. We zien hier Randy Clerk en we zullen zien wat er gebeurt. More. Thank you, God. Thank you.
Ja, Randy Clerk. Een rode vrouw die valt. Zie hem hier staan, hand opleggen. Lukt niet wat hij wil doen. Hij blaast een keer en de persoon valt op de grond. Randy Clerk en zijn invloed. Op de achtergrond ook de man met de grijze haren. Bill Johnson van Bethel Redding, Bethel Church. Mocht iemand u uitnodigen voor There Is More conferentie, weet wat hier kan gebeuren, weet wat hier gebeurt. Kees Kraaienoord zingt en Hans Maat, directeur, Randy Clerk. Dit is een oude uitnodiging, maar we zien wel mensen die met elkaar samenwerken. En Randy Clerk is dus de man die Hans Maat heeft aangeraakt. Toen is zijn leven veranderd en deze geest wil hij ook nu doorgeven aan andere mensen in Nederland. Sela zingt niet op de There Is More conferentie, tenminste tot nog toe nog niet. Hij is wel directeur en liedjeschrijver. Misschien houdt hij bewust Sela nog even wat op de achtergrond. Omdat Sela natuurlijk zoveel invloed heeft ook in de kerkelijke wereld, de gereformeerde gezindte, reformatorische wereld. Dit is wat erachter zit. Bedenk mensen dat wat we net gezien hebben niet de geest is uit God. Niet de Heilige Geest. Dit is een vreemde geest. Dit noemen we de geest van de Kundalini uit het Hindoeïsme. Straks zal ik je wat clips laten zien waaruit heel duidelijk blijkt wat hier gebeurt. Deze man, Randy Clerk, is aangeraakt door mensen als Benny Hinn, Heidi Baker. Kortom, mensen uit de Toronto Blessing. En die Toronto Blessings hebben heel veel teweeg gebracht. En daar zijn veel vreemde dingen gebeurd. En gebeuren tot op de dag van vandaag vreemde dingen. Denk aan mensen die dronken worden in de geest. Er wordt zelfs dronken avondmaal gevierd. En dan is het niet dronken van de wijn, maar dronken van een geest. Men waggelt, men valt, men lacht, men krijst. Kortom, allerlei vreemde manifestaties. We zullen nu kort drie, vier clipjes laten zien waar we de overeenkomst zien tussen de Toronto Blessings, wat we net dus ook gezien hebben, en de dingen die er gebeuren in de seculiere occulte wereld. Denk aan het hindoeïsme, met de Kundalini-geest, de opgerolde slang. We zien hem hier ook in het beeld. Dat is uit het hindoeïsme. Je ziet hier iemand in de yoga-stand zitten. De opgerolde stand, de opgerolde Kundalini-slang. Een geest die als het ware opgerold in onze bekken ligt en moet ontwaken. En die ontwaking die gebeurt dus door handoplegging. Vaak op het voorhoofd of in de buik. Pas op wie u handen oplegt. Pas op met wie u in aanraking komt. Want deze geesten zijn machtig. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de lucht. Mensen, de tijd is zo donker. Er is zoveel valsheid op alle terrein. In Jezus' naam, laten we ons bekeren en waakzaam zijn. Lachwekkend, zouden we kunnen zeggen. Bijzonder. En dat in de kerk. Zou dit dezelfde Heilige Geest zijn als de Heilige Geest die op de Pinksterdag is uitgestort? Let op wat er gebeurt in het occulte. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Thank you.
schokkende beelden. Lachende mensen, vallende mensen. Dit alles uit de occulte wereld. De machten van de duisternis. Ook wel de Kundalini-geest genoemd. De opgerolde slang. Laten we waakzaam zijn. Een slang. Denk aan het paradijs. Vandaag de dag moeten wij extra waakzaam zijn. De nieuwe wereld, de religie, smelt alles samen. Is het ook zo dat God gezegd heeft? Nee hoor, we zullen zijn als God. Dat is wat de mens wil en dat is wat we zien gebeuren. We dienen God, maar welke God? We gaan nu verder naar de EO. Dat is ook waar we mee afsluiten. De evangelische omroep. We zullen zien haar invloed en wat zij ons brengt. Nog een paar minuten. Heb geduld en dan zijn de clips voorbij om dan met een afrondend woord te sluiten. Komende week is het Transgender Memorial Day, hè? Waar sta jij bij stil op zo'n dag? Bij de moeite en het verdriet die heel veel transgenders in de wereld ervaren op weg om zichzelf te worden. We leven in een grote rijkdom in Nederland. We leven in grote rijkdom in Nederland, zegt deze vrouw in een mannenlichaam. Of een man die een vrouw wil zijn. Tegelijkertijd is zij transgender, pastor en predikant. We leven in grote rijkdom in Nederland. Ik moet denken aan Ezechiël 16. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. Hoogmoed, zatheid van brood, grote rijkdom. En stille gerustheid had zij in haar dochters. Maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet. En zij verhieven zich en deden gruwelijkheid voor mijn aangezicht. Daarom deed ik haar weg, nadat ik het gezien had. Sodom en Gomorra, sodomie, homofilie en alle zondes die daarmee samenhangen. Nee, ik veroordeel deze vrouw niet. Mijn hart klopt sneller. Ik zou haar willen helpen. Kon ik maar helpen. Mocht God ons Nederland genadig zijn en ons bekeren. Ik weet dat dit een heel gevoelig onderwerp is. Maar het is een heel belangrijk onderwerp. Het is een heel belangrijk onderwerp. Deze laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus lijken wel tot een climax te komen als het gaat om dit onderwerp. Maar daarom moeten we de Bijbel lezen. Dat is ons uitgangspunt. Nee, we moeten geen mensen veroordelen. Nee, we moeten geen mensen doden. We moeten geen mensen in een hoekje stoppen. Maar we moeten eerlijk zijn. En als we gewoon Romeinen 1 bekijken. 1 Korinthe 6. Galaten 5. 1 Timotheus 1. En Openbaring 22. Dan is er geen ruimte voor deze zaken. Net zo min als dat er ruimte is voor andere zaken. Ik moet me bekeren van gierigheid. Ik moet me bekeren van onreine gedachten. Ik moet me bekeren van boosheid en karakterzonde. Voor ontevredenheid. Wij moeten ons bekeren tot de levende God. Wij hebben de Heilige Geest nodig. In afhankelijkheid van Hem alleen kunnen we leven. O mensen, waar brengt de EO ons? Wat onderzoek naar de EO ziet, dat ze juist ook een podium geven voor de hele LHBT-beweging. Het tij lijkt niet te keren. Maar er is hoop, want God leeft en Hij regeert. En Hij heeft het laatste woord. O, hoe heerlijk zal het zijn om Hem te ontmoeten als we genade hebben omhelst en ons hebben leren bekeren in Zijn kracht. Maar hoe verschrikkelijk om in te vallen in Zijn handen als we niet hebben willen buigen. Miljoenen mensen laten zich door Hem inspireren. Paus Franciscus. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Hoe heeft deze paus in korte tijd het negatieve imago van de katholieke kerk weten te kantelen? Andries Knevel gaat op onderzoek. Hij is hier de persoon van het jaar. Geen geslaagde zakenman, maar een sobere man in het... In de ban van de paus. Ja, Luther zou ook in de ban komen. In de ban. De ban en afsnijding. In de ban van de paus. Daar kun je beter niet in komen met de inquisitie. Deze man in het wit, een eenvoudige, sobere man. De engel van het licht, zou je kunnen zeggen, maar pas op, pas op, pas op. Bijzonder dat de EO, de evangelische omroep, die ondertussen ook door Reformatorisch Nederland is omhelst, zou je kunnen zeggen, in de ban is van de Rooms-Katholieke paus. En niet alleen dat,
Wie kijkt naar uitzendingen, wie zich daarin verdiept, komt automatisch in aanraking met het Rooms gedachtegoed. Dan zal uw naam geprezen zijn, God Almachtige Vader. Bedenk dat dit afgodische ritueel veronderstelt dat het bloed en het lichaam daadwerkelijk aanwezig is. Het brood en de wijn verandert in het lichaam en in het bloed. Het is onbevattelijk dat de christelijke kerk, de Roomse kerk, als het ware omhelst. Er een samensmelting terug plaatsvindt. Waar eens een reformatie was, die niet had moeten plaatsvinden volgens C.S. Lewis, maar zeer noodzakelijk was, anders hadden wij vandaag de Bijbel niet. Dan hadden wij niet de Bijbel hier op tafel liggen. Konden we die Bijbel niet op ons nachtkastje hebben liggen, niet met ons meedragen in onze jaszak. Niet overdenken en bepeinzen en onze weg daarnaar richten, maar dan waren we overgeleverd aan de leerlingen van Rome. Maar vandaag de dag vindt er een vrijwillige terugkeer plaats. Het is onbegrijpelijk. Wie zich verdiept in de geschiedenis van Rome en in de toekomst van Rome en verdiept in de Jezuïetenorde, weet dat alles nog springlevend is. Haar gedaante lijkt anders, maar zij is nog hetzelfde in haar wezen. De misleiding die we zien, ja, deze mis-eucharistie is bizar. En dan te bedenken dat een Jezuïet als Maat Mer samen met Matt Redman, de man die het liedje 10.000 Reasons heeft gezongen, wereldwijd bekend, samen een lied schrijven over het avondmaal. De een noemt zich dan, zeg maar, evangelisch protestant, de ander jezuïet rooms-katholiek, met een totaal andere visie op de broodbreking, toch samen een lied daarover schrijven. En dan vinden mensen dat mooi. Ja, dat is liefde, dat is eenheid. Dit is de liefde van God. Nee, dit is niet de liefde van God. Dit is een humanistische liefde. Dit is een liefde uit de aarde aards. En heeft niets te maken met een goddelijke heilige liefde, geleid door de Heilige Geest. De afdeling BEAM van de EO organiseert ook reizen naar Taizé, het oecumenische klooster. Een reis voor jongeren, waar ook ouderen aan meegaan. Maar laten we kijken wat hier gebeurt. Omni salvanos. Ja, de jongeren genieten van de rust en de stilte in het klooster Taizé met al haar rooms-katholieke invloeden. Hier wordt de stilte beoefend, mystieke invloeden. Denk ook aan het Lectio Divina en het contemplatieve bidden. Het zijn allemaal invloeden die zo via de EO binnenkomen in het christelijke denken. Een klein stukje van het woord van God wordt steeds herhaald, totdat je als het ware een goddelijke aanraking ervaart. Het is Lectio Divina. Een stukje uit de Bijbel lezen, herhalen, herhalen, herhalen. Er vindt een trans plaats. Heeft niets te maken met een goddelijke aanraking. Datzelfde geldt voor het contemplatieve bidden of het zuchten van een woord of een zinnetje. En de tendens van de ademhaling. Eén woord, zomaar ademen, uitademen. Het contemplatieve bidden. Mensen hebben een aanraking. Mensen hebben een aanraking nodig. Alles draait om gevoel. Als we deze hele studie terugkijken in onze gedachten, dan draait het allemaal om gevoel, iets ervaren. We hebben op de een of andere manier niet meer genoeg aan het woord van God en de stille omgang met God, waarin Hij ons steeds dieper laat zien wie wij zijn en hoe groot Hij is. En hoe groter Hij wordt, hoe kleiner wij zelf worden. Wat hier gebeurt in Taizé, al die invloed van die monniken, komt rechtstreeks uit het boeddhisme. Zen. Zoek er wat op, verdiep je er wat in en je ziet dat de zen en de transcendente meditatie
allemaal is samengesmolten. Tot één. Het is verbazingwekkend hoe mensen ook uit de reformatorische wereld zich hiermee inlaten. Denk aan een man als Henry Nouwen, een jezuïet uit de Rooms-Katholieke Kerk, priester. Hoe deze man invloed uitoefent met zijn boeken. Het klinkt zo heilig, het klinkt zo hoog verheven, maar het is zo gevaarlijk. De jezuïeten hebben niet de leer van Paulus voor ogen. Zij hebben de leer van de paus van de Rooms-Katholieke Kerk voor ogen. En die willen zij verspreiden. Die invloed van het contemplatieve is er ook in de muziek. Denk even aan de liederen die je gehoord hebt. Steeds maar herhalen, steeds herhalen. En in de wijs zit als het ware iets dramatisch, spreekt iets van een verlangen uit. De drums op de achtergrond doen ons in vervoering raken. En we gaan als het ware buiten onszelf. We komen in een trance terecht. En wat er dan gepredikt wordt, dat komt rechtstreeks binnen. We hebben als het ware de helm van de zaligheid aan de kant gegooid. En staan open voor elke manipulatie. We staan open voor de leringen van de wolven in schaapskleren. Daarom is het zo belangrijk. Onze hele muziekwereld moet tot inkering komen. En ik weet dat ik deze hele worshipwereld, deze hele CCM-wereld niet kan veranderen. Maar ik hoop en ik bid dat u die luistert persoonlijk terugkeert en persoonlijk u bekeert. Onderzoek wat u luistert. Toets het allemaal. We gaan nu over naar de EO Jongerendag. Wat ook door Beam georganiseerd wordt. Aan de ene kant de stilte in het Taizee, aan de andere kant het geweldige op de EO Jongerendag. Let op de driehoeken in het beeld. En de overweldigende drums en de flitsen brengen de jongelui in trance. Feel so close to me. This moment in time is all I can see. I'm hypnotized, frozen in paradise. And all that I want is before my eyes. So much more than yesterday. LZ7. Dit moment is alles wat ik zie. Ik ben gehypnotiseerd, omdat ik in het paradijs ben. Mensen. Welk paradijs wordt hier gepredikt? Dit is niet het paradijs waar Jezus het over had. Dit is niet het paradijs waar Adam en Eva waren. Dit is niet het paradijs waarin de moordenaar welkom was. Dit is een ander paradijs. Ja, we zijn gekomen aan de laatste clip van deze hele studie. De EO Jongerendag van 2019 met Hillsong. Denk aan Hillsong. Denk aan de gruwelen die we daar gezien hebben. Denk wat de lering daar is van de narapostelen. En denk even terug aan de kruisiging. Denk terug aan de Holy Night die onheilig was. Denk aan Justin Bieber, Selena Gomez, Carl Lentz. Kortom, doe onderzoek naar Hillsong. Lees de digitale studie op bijbelsoverdenkingen.nl. En wees waakzaam. Hillsong op de EO Jongerendag. We zijn aan het einde gekomen van deze studie. Ik ben hier veel mee bezig geweest. Heb veel nagedacht. Heb veel gebeden. Veel onderzocht. Heb ook veel getwijfeld of ik deze studie wel in het licht moet brengen. Vaak heb ik het bijltje erbij neer willen gooien. Ik ben begonnen met de geschreven versie.
omdat ik door de bomen het bos niet meer zag, maar ook steeds geconfronteerd werd met emoties. Hoe het zo ver heeft kunnen komen in een christelijke wereld. Ik heb vaak gedacht, wat is christelijk? Waarom moeten we dit nog christelijk noemen? Nee, ik heb me geschaamd een christen te heten. Ik durf met heel mijn hart te zeggen dat ik een andere Christus volg. De Christus die aan het kruis gestorven is voor mijn zonde. Die zo moest lijden omdat ik een overtreder ben. Omdat ik een zondaar ben in al mijn gedachten, in mijn woorden en in mijn werken. Omdat ik vijandig ben tegenover God. Daarvoor moest hij sterven. En hij trok mij tot zich om mij te verlossen van al mijn zonden, mij te reinigen en mij te heiligen, om in een leven te gaan leven waarin hij mij roept, in een wandel die naar het woord van God is, waarin ik hem in de eerste plaats lief heb, zijn geboden lief heb, en het woord van hem gebruikt als de toets voor heel mijn leven. De eenheid die we nu zien ontstaan, is vijandig tegen dat wat ik nu beleid. Die eenheid die we nu zien ontstaan, is vijandig tegen de wet van God. De liefde is boven de wet van God verkozen. Maar dat is niet de liefde uit God, ik heb het al vaker gezegd. Die eenheid is de eenheid rondom de toren van Babel en niet rondom de gekruiste Christus. Er wordt gesproken over een Jezus, maar welke Jezus? Niet de Jezus van de Schriften. En natuurlijk wil ik niet generaliseren, ik wil niet iedereen op één hoop gooien en elk liedje afkeuren. Want de vraag zou in u op kunnen komen, maar welke liedjes mag ik dan nog wel luisteren? Denk steeds aan Amos. Doe het getier van uw liederen van mij weg. Ik mag uw luide spel niet horen. Waarom niet? Omdat er afgoderij was. Het volk Israël verzondigde zich. En daarom wilde God hun liederen niet horen. Er moet gebroken worden. Er moet een terugkeer plaatsvinden. 2 Timotheus zegt zo duidelijk. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheid der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Wij hebben heel veel onreinheid gezien en daar moeten we ons van afzonderen. We kunnen niet de wereld dienen en God. Ik moet zo denken aan de woorden van de Heer Jezus die me zo raken. Dat bijzondere gebed van de Heer Jezus wat hij zelf gebeden heeft. Ik noem er een paar versen uit. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Amen. O, wat een ontzaglijk heerlijk gebed. Wat een heilig gebed. Dat hij bidt voor bewaring. Wij zijn niet van de wereld. Als wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, dan zijn wij niet meer van de wereld, maar zijn we van het Koninkrijk van God, op weg naar dat heerlijke Koninkrijk. Op weg naar de komst van de Messias. We verwachten hem. Niet van de wereld. We kunnen niet meedoen met de popcultuur, met de rockcultuur, met de filmcultuur. We kunnen niet Bono dienen die Bono verheerlijke, Bono hoogachter. Dat kan gewoon niet. Het is uit de boze. Een man die zich voordoet als de duivel. Een man die vreselijk leven erop nahoudt. Wat onderzoek, ik laat het niet eens allemaal in de film zien, het is te schokkend. Maar wie wat dieper onderzoek doet, komt nog veel meer gruwelen tegen. Op een gegeven moment wilde ik stoppen. Ik zag het niet meer zitten. En ik lag op bed 's nachts na te denken en te bidden. En toen zei de Heer, graaf maar dieper mensenkind en gij zult meer gruwelen vinden. Misschien zegt u, wat mag ik nog wel luisteren? Onderzoek de bron. Onderzoek de bron van waaruit het lied is ontstaan. Toets de bron en de tekst aan het woord van God en bedenk dat een kwade boom geen goede vruchten voort kan brengen. Als een zanger een relatie heeft met Bono, is zijn lied niet naar de geest des Heren. Als iemand in de Hillsong cultuur zich kan bewegen,
meedoet met al die uitspattingen die daar zijn, dan kan het geen lied van de geest zijn. Absoluut niet. Onderzoek het, toets het gewoon. Kijk naar de levenswandel van iemand. Paulus zegt, wees mijn navolgers gelijk ik van Christus. Bedenk wie Christus is. Weet je wat het probleem vandaag is, lieve vrienden? Dat Rome het woord bij ons heeft proberen weg te houden. Nu hebben we het woord, maar opnieuw wordt het weggehouden. Entertainment is ervoor in de plaats gekomen. Worship, muziek, alles in de plaats van het levende woord. Het draait alleen nog maar om vermaak, om gevoel en om liefde. We moeten elkaar niet voor het hoofd stoten. En ja, als je het woord van God van Genesis, de openbaring, voor waar houdt, als het geïnspireerde woord van God, dan kun je niet anders dan mensen tegen je in het harnas werken. Dan kan het niet anders dan dat je vijanden krijgt. Dat heeft toch de Heer Jezus zelf gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt in Johannes 8, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En we weten ook dat daar staat dat de waarheid zal vrijmaken. Liefde onder elkander, zegt Johannes. Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Maar dat is wel een heilige liefde, een reine liefde. En bedenk dat die nieuw aids, die nieuwe beweging die er plaatsvindt, die eenheid, die samensmelting van alle religies, die kan niet doorbreken zolang aan het woord van God wordt vastgehouden. En daarom moet het overboord. En daarom krijgen we zoveel nieuwe vertalingen die werkelijk kant nog wel raken. Wie durft er nog te lezen in de Statenvertaling? Wie durft er nog te onderzoeken wat er in de grondtaal staat en dat te lezen? Mensen, de strijd die gaande is veel ernstiger dan velen misschien tot nu toe hadden doorzien. Maar ik wil u oproepen met Jozua. Kies dan heden wie gij dienen zult. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Waar kiest u voor? In dit korte leven wat we leven, voor al het vermaak en entertainment, om straks verloren te gaan? Of kiest u ervoor om afgezonderd als vreemdeling in deze wereld te leven, waarbij we de mensen om ons heen lief hebben met een liefde die zo diep is? Waarbij we zelfs ten koste van onszelf mensen willen oproepen zich te bekeren. Dient elkander door de liefde. Kies dan heden, wie kiezen we dan? Als we deze studie gezien hebben en we halen dan nog onze schouders op en zeggen, ach, het zal allemaal zo'n vaartje niet lopen, het is allemaal maar een beetje overtrokken. Weet dat u dan een keuze maakt. Dat is niet de keuze van Jozua. Niet de keuze van Jozua. Ik sluit af met Openbaring 22, vers 11 en 12. Laatste bladzij uit de Bijbel. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn.